Ik ga direct al eens moeten inbreken vanuit de montage, want tussen de opname van de podcast en de release hebben wij zowaar een kastaar gewonnen. Voor de Nederlandse luisteraars, de kastaars zijn de Vlaamse mediaprijzen en we hebben een kastaar gekregen voor podcast van het jaar. Stel je voor! Hoe gemakkelijk awardshows ook te relativeren zijn, we zijn er toch heel erg blij mee. Het is ook een beetje per ongeluk, moet ik erbij zeggen, want we zijn 5,5 jaar geleden begonnen in een tuinhuis met 1 microfoon en een navenante geluidskwaliteit, met het idee, wij gaan eens een echte podcast voor de niche maken, voor de echte wetenschapsfans, die 2,5 uur kunnen luisteren naar wat er allemaal gebeurd is. En het feit dat wij nu zo breed beluisterd worden, dat wij zowaar populair zijn, stel je voor, dat stond niet in het plan, maar dat is wel immens tof om te merken. Dus misschien snelle bedanking. Uiteraard dankzij alle podcasters. Els, Hetty, Natta, Marian en Stefanie, die in 2023 nog een paar afleveringen gedaan heeft. Bart, Kurt, Jeroen en Peter. Ik ga ook ons managementkantoor eventjes vernoemen. Working Class Heroes, die bieden sinds een paar jaar enorm goede productionele ondersteuning voor ons. En natuurlijk ook dankzij jullie. Dankzij jullie die naar ons gezwets willen luisteren. Elke maand 2,5 uur aan een stuk. Ik zou bijna zeggen, hey, wij willen jou oprecht en hoogst persoonlijk bedanken omdat jullie naar onze podcast luisteren. Want dat betekent echt enorm veel voor ons. Dat betekent dat jij onze podcast wil beluisteren en dat je geniet van onze podcast. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van onwaarheden beticht. En wij zijn nog nooit voor corruptie gezwicht. Dit is het Nerdland. Maandoverzicht. Met uw gastheer, Lieven Scheire. Goedendag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Het is vandaag maandag 22 januari. Wij kijken terug op de voorbije maand in wetenschap en technologie. De nieuwsjes die ons het meest zijn opgevallen. En wij, dat zijn Els Aerts. Hallo. Jeroen Baerts. Hoi. Marian Verhelst. Hoi, hoi. Kurt Beheit. Hallo. En Hetty Helsmoordel. Dag lieven. Voilà, en we gaan eens kijken wat we allemaal staan hebben. Ah, om te beginnen, er is een nieuwe wespensoort ontdekt in België. Oh. Goed, ze bestond. Dus nieuw voor België, voor de mensen die wat mee zijn, als nieuwe soorten ontdekt worden. Ofwel is het nieuw voor de wetenschap. Had niemand ooit gezien, zoals de meid die Peter gekregen, de Berksie-meid. Nieuw voor de wetenschap. Maar natuurlijk, als iets voor de eerste keer gezien wordt in België, dan wordt die soort nieuw voor België genoemd. Gebeurt regelmatig, zeker nu met de verschuivende klimaatgordels enzovoort. Wij kregen bericht van Fons Verheijden. Fons Verheijden, die heel erg bezig is met insecten, goede vriend van Peter, hoe kan het ook anders? En die was bezig met een revisie van de Charipinae-galwespen. Mm. Een subfamilie hyperparasieten van de Aphidinae. Mm. En daarachter staat, die je wel kent, want het was een mail naar Peter. Ah, ja. Wij stonden gewoon in CC. Of, okay. Inderdaad. Nu, wat was die aan het doen? Dat is iemand die heel vaak vallen uitzet en die heel veel van die soorten kent en die gewoon regelmatig kijkt. Zitten er nieuwe soorten bij die nog nooit in België gespot zijn? En onlangs vindt hij toch wel een nieuwe soort voor België in een val in Ieper. En dat was dus de Aloxista pluralis. Waarom heeft Fons dat naar ons gemaild? Hij heeft daarna eens gekeken naar al zijn andere vallen die hij eerder opgezet had. Want misschien zat daar eerder wel eentje in die hij niet gedetermineerd had op dat moment. Wat blijkt? Hij heeft er een gevonden, de eerste waarneming in België, op het Nerdland Festival. Nee. No. Ja. Cool. Leuk, wacht even, dus die man heeft vallen uitgezet op het Nerdland Festival. Ja. Hij had daar ook. Heeft daar toestemming voor gevraagd. Voilà. Ja. Hij had ook drie programmeurs en een boekhouder had hij ook in de val zitten. Ja. Maar hij houdt dan bij wat er in die val zat en hij kijkt er dan pas zoveel. Ja, meer zelfs de inhoud van die vallen wordt rondgestuurd naar andere entomologen over de hele wereld. Dus ze sturen dan naar een specialist. Oeh. En dan, dus dat staat er ook bij, van ik heb de inhoud van de val op ethanol naar Spanje gestuurd. En hij heeft ook in Ieper 48.500 specimens hymenoptera gevangen. En daar staat erbij, ik heb ze manueel geteld. Hoe telde 48.000 Bestaat er dan geen zo'n machientje om zo gelijk geld te tellen? Zo. Allemaal die, nee, ik denk met zo'n dingetje zo. Klik, klik. Klik, klik. Klik, klik. Klinkt alsof het een eenzame kerst was.
Maar ik vind het heel fijn dat, cool, ja, dat op het festival, allee, dat er ook dan echt, want het gaat gepubliceerd worden, ja, in een A1 wetenschappelijke paper. En ik denk dat het festival dat gaat vermeld worden. Peter locatie gaat ook wel, ja, co-auteur zijn en zo. Ja, ja, dat wij echt wetenschappelijk grappig onderzoek mee stimuleren. Ik vind dat fantastisch. Maar ja, die val staat daar. Dat is ook, vind ik, ik vind dat een hele toffe demo. Iets, ja, om te laten zien, iets bewust. Maar dat er dan opeens een nieuwe soort voor België in zit. Ja, ik vond het heel tof om ermee te krijgen. Die heeft dus al een naam, dus het kan niet de naam Nerdland Festivalitus. Nee, ik weet dat niet. Het is niet nieuw voor de wetenschap. Het is, nieuw voor de wetenschap. Dus het had al een is naam, alleen in mijn gouden sterk. Heeft het iets te maken met die kever die Peter het jaar ervoor heeft verloren op het podcastfestival? Het was dat jaar. Het is van 22. Ja. Het gaat er niet over die kever zelf. Dat ze zeiden van, er zat nog een uniek hier voor België. Maar waarschijnlijk ontsnapt uit gevangenschap is ook een aanduiding bij dat soort waarnemingen. Ah. Ja, want je kunt toch vals spelen. Je kunt zeggen van, ik ga hier van nieuwe soorten in België vinden. En de grens overrijden en daar wat beesten vangen. En dan van, dat zal waarschijnlijk wel al gebeurd zijn. Maar goed. Ja. Maar voilà, kijk. Voor de eerste keer een Aloxista pluralis gevonden op het Nerdland Festival. In een Maleiseval, zo heet dat. Een Maleiseval. Ik denk dat daar een CD&V-kaartje aan hangt. Die open VLD is tegenwoordig. In de Maleiseval. Een triestige ambtenaar met een trappist om 10 uur 's morgens in de Maleiseval. Wie zat er in de Maleiseval? Ja, Conor Rousseau deze keer. Een moeras van vage verkiezingsbeloftes. Weg te drinken in een Westmalle triple. Mooi. Oké, over naar andere wetenschap. Hetty, Japan is geland op de maan. Ja. Eindelijk. Met de sniper? Met de sniper, dat heb ik onthouden. Onbemand wel, hè? Onbemand. Ja, ze zijn een aantal pogingen aan het doen om onbemand op de maan te gaan landen. Ze wilden eigenlijk het vierde land ooit worden dat daarin slaagde, hè? Amerika, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en China, die zijn daar in het verleden al in geslaagd. Vorig jaar hebben zij een poging gedaan in april, maar dat landertje is gecrashed op het oppervlak van de maan. Zachte landing is belangrijk. Is zeer belangrijk. Gecontroleerde zachte landing. Ja. Niet gewoon raken, want de allereerste landing van een object op de maan was Russisch en dat was gewoon raken. De bedoeling was de maan raken. Dat was de eerste uitdaging. Israël heeft ook eens een lander verloren die op de maan gecrashed is en die had mosbeertjes bij zich. Bereshit. Bereshit, ja. Bereshit, ja. Dus het moet een gecontroleerde deftige landing zijn. Want die van in april die dacht dat hij op de maan was, maar die vloog eigenlijk nog op 5 kilometer boven de maan. Dus die is gewoon naar beneden gevallen. En ja, dat is niet gelukt. Maar ze zijn in eiltempo gewoon nieuwe pogingen aan het lanceren. Deze hebben ze in september gelanceerd en die is een paar dagen geleden succesvol zacht geland op de maan. Alleen de zonnepanelen werken niet. Dus de landing kunnen ze afvinken, ja, maar volledig succesvolle missie is het niet. Nee, de hoop was toch dat die zonnepanelen energie gingen opwekken. Ze hopen nu alsnog, want je hebt daar... Hebben ze een terugdraaiende teller? De maandag en de maandnacht, dat is daar 14 aardse dagen 14, ja, om en om. Hè? Ze hopen op maandnachttarief. Ja, voilà. Dus ze hopen op een nieuwe maandag om daar misschien alsnog wat zon te gaan opvangen. Dus is het gelukt, is het niet gelukt? Ja, ik weet het niet goed. Ik vind persoonlijk... is het gelukt om het zo precies te doen? Want het is daarmee dat ik zeg sniper. Ja. Ik herinner me dat het doel van de Japanners was, we willen niet alleen in een gebied landen, we willen bijna tot op de meter correct pinpointen waar dat we gaan op landen. Op 100 meter correct, in plaats van dat dat nu op een paar kilometer ongeveer is. Ja, het feit dat die zonnepanelen niet werken, lijkt mij toch te duiden op het feit dat ze niet zo heel precies geland zijn. Want dan waren ze toch wel ergens in een regio geland en in een oriëntatie waar dat wel zou gelukken. Het kan zijn dat de zonnepanelen niet openklappen of zo. Het is geen technisch niet werken. Ja, fijn, dat kan al. Ja, maar dat gaan we blijkbaar pas over een maand weten. Ze moeten die vluchtgegevens nog analyseren en dan gaan ze weten te zeggen of dat effectief gelukt is. Dus het is nog een beetje... En ze doen zoveel pogingen. Is het kwantiteit boven kwaliteit? Want je zegt van, het lijkt alsof ze maar dingen naar de maan blijven schieten totdat er eens iets plakt. Nee. Dat gevoel heb ik niet, maar het gaat daar aan een hel stempel. Ik denk dat ze echt zin hebben om het vijfde land op de maan te gaan worden. En ze willen vooral ten opzichte van NASA, want ze zijn ook aan het azen op 2 plekken voor Japanse astronauten in de Artemis-missie richting de maan, om te tonen van, kijk, we zijn... Ja, India is succesvol geland vorig jaar. Het vierde land was India. Ja. India heeft Japan net ingehaald. Maar een heel goedkope missie. Was dat niet dat dat totaalbudget echt... Ja, absoluut. Die was een fractie van een NASA-missie. Een Bollywood-product. Alhoewel, Bollywood-producties zijn ook duur. Maar in
In Amerika was er ook een privé-initiatief. Het was een privé-raket, de Vulcan. De raket is van United Launch Association, denk ik, waar dat Boeing... En zit Blue Origin er ook niet in de ULA? Ik weet het niet precies. Dat was de raket. En Peregrine was dan de module met heel veel commerciële opdrachten aan boord. Dus van privébedrijven aan boord. Maar die is in de lancering is het misgegaan en die hebben ze gecontroleerd laten opbranden in de atmosfeer. Het lijkt dan toch niet zo simpel als dat we soms denken nee, dat het geweest niet. Is. Het is rocket science. Je kunnen dat al 60 jaar. En zot, hè? Maar ja, die budgetten van die Apollo-missies, dat is ook echt waanzin. Hè, wat er toen naartoe gesmeten toch, is. De technologie staat toch zo veel verder nu. Maar ja, bij SpaceX is de kost van de lancering is een dertigste, denk ik nu, van voor SpaceX. Dus dat is wel een... Allee, dat is een aantoonbare, immense vooruitgang. Zijn daar eigenlijk geen plannen voor een SpaceX-maanlander? Zou toch cool natuurlijk, zijn? Starship. Ja, maar onbemand, zo nu even tussendoor, van kijk wat dat wij kunnen. Wij kunnen het wel. Ik denk bij SpaceX dat niet belangrijk is. Dat is waar. Je hebt een hele grote missie, naar Mars gaan. Ja. En je hebt dagelijkse missies die geld opbrengen voor de NASA. En alles daartussen doet er niet echt toe. Wat er wel begint rond te gonzen, is dat de Amerikanen nerveus zouden zijn dat de Chinezen eerder op de maan zouden zijn. Omdat China ook met die Chang'e-missies echt aan het opbouwen is van onbemande landing, zachte landing, achterkant van de maan, om uiteindelijk bemand te gaan. En dat er daar een paar aan het rekenen waren, die zeiden van, ja, maar ja, als China nu gas geeft en bij ons mislukken er een paar tussenmissies van die Artemis, dan zou het kunnen dat zij er eerder staan. En daar gaan we weer. Space Race 2.0. Ja. Hebben jullie het verhaal gelezen van... Het was deze maand was het terug opgerakeld, denk ik, omwille van een boek van de suïcidale astronaut. Het is een beetje donker. Maar wat dat het protocol is, als een astronaut tijdens een missie zegt... Ik zie het niet meer zitten. Okay. Het is blijkbaar één keer voorgevallen. Blijkbaar een mechanicus die mee was om een experiment te doen op de Space Shuttle, 1985. Zijn experiment lukte niet in de ruimte. 5 jaar voor getraind, het ding ging niet open of weet ik veel wat. Nee. En toen heeft hij de woorden uitgesproken, misschien niet gemeend, maar als het zo zit, dan kom ik niet meer terug. Ja? Mm-hmm. Wat dat een keten van procedures gestart heeft, waar dat ze effectief, hij zou op een bepaald moment ook gedreigd hebben om het luik open te doen naar buiten. En dus hebben ze het luik dicht geduct-taped en is er een hele procedure afgesponnen om die man veilig terug op de grond te krijgen. Allee. Dat is heel hush-hush, maar er is nu recent een boek uitgekomen. Ik zal daar naar linken in de show notes. Ja. Ik vond het een heel interessant ding, want je denkt daar niet aan. Je ziet astronauten altijd als onfeilbare mensen die kapot getraind zijn. Maar blijkbaar voor de mensen die de operations deden van de experimenten die meegingen, die hadden een verkorte training in die tijd. Die gingen niet door die hele rigoureuze astronautentraining. Dat is ondertussen aangepast. Maar die man was dus met beperkte training in vergelijking op de Space Shuttle terechtgekomen. En daar was dus wel ooit een probleem. En ik vond dat enorm interessant. Ik zal er zeker naar linken. Ja. Sorry voor de zijsprong, maar ja. Artemis is ook uitgesteld. Hè? Ze wilden normaal volgend jaar al, denk ik, die bemande missie rond de maan laten zonder vliegen. Zonder landen, ja. Zonder landen, maar gewoon rond de maan vliegen. Maar dat is nu minstens een jaar uitgesteld. Ja, minstens tot 2027. Oeh, denk ik. 2 jaar. Ik denk dat daardoor is... Het zal door dat uitstel zijn dat ze nu beginnen van... Ja, maar ja, als China gas geeft, dan zijn ze eerder. Ofwel was dat typisch ook weer een politiek manoeuvre om dat uitstel, om grotere budgetten te krijgen. Enfin, er speelt altijd heel veel. Hè. Ik kan verkeerd zijn, maar er is nog nooit iemand overleden in de ruimte zelf. Hè? Boven de Karmanlijn, jawel. Russen in een space station die zonder zuurstof gevallen zijn. Toch? De enige, die staan bekend als, ik denk, de enige twee die boven de von Karmanlijn... Ja. En heel veel diertjes. Ja, dat ook. Ja. Wel, daarover. Je sprak net over die Beresheet-missie, die mosbeertjes aan boord had, waarvan we weten dat die in een soort... Toen steed een soort nog meer dan winterslaap, echt stand-by-modus, waar die 100 jaar in kunnen blijven zitten. Er is een nieuw onderzoek van deze maand naar de mechanismen waarom mosbeertjes dat kunnen. En het zou gaan over, en ik ga af en toe een keer naar Hetty kijken, de oxidatie van cysteïne. Dus cysteïne is een... Een aminozuur, denk voilà, ik. Ja. Cysteïne is een aminozuur dat je dus nodig hebt in de bouw van uw eiwitten. En blijkbaar in zware omstandigheden, dus heel koud, heel warm, kosmische straling, geen zuurstof enzovoort, zou in het lichaam, hebben ze nu onderzocht, zouden er dus veel vrije radicalen komen. Hè? Dus vrije radicalen zijn die... Goed kunnen binden. Ja, die heel reactief zijn in uw lichaam. Ja. Waar je antioxidanten voor moet nemen, volgens bepaalde voedingstheorieën. Er zouden door die omstandigheden vrije radicalen ontstaan. En ze hebben een mechanisme dat daardoor het cysteïne geoxideerd wordt. En dat triggert de hele
biochemical pathway, waardoor dat ze beginnen in elkaar schrompelen en dehydrateren en in een soort tonneke gaan, tot als die omstandigheden weg zijn. Ja, het was nieuw gepubliceerd. Wat die mondbeertjes doen, is meer dan winterslaap. Het is eigenlijk bijna een totale freeze, is niet het juiste woord. Ze staan eigenlijk uit. Ze staan volledig uit. Ja, ja. Het is echt een machine waar dat alle biochemische machinerie van uitstaat. Het is een beetje like een drie-lichamen-probleem, dat die... Oh. Zo... Toch? Die verschrompelt. Geen spoilers. Geen spoilers. Komt bijna uit op Netflix. Ja, dat is waar, ja. Dat zijn geen spoilers, nee. Dehydrate, dat is het. Dehydrate, ja. In een van die simulaties. Er zijn al dieren bekend die volledig kunnen bevriezen. Hè? Dus die ingevroren echt kunnen uitstaan. Hè? Dus geen winterslaap of geen metabolisme. Ik denk zelfs geen hersenactiviteit, maar die compleet uitstaan. Een vlindersoort onder andere, de woolly bear. Maar ik denk dat de tardigrades de enige zijn die het zonder... vriestemperaturen kunnen. Die echt verschrompelen tot een soort hardbolken en dan terug kunnen tot leven komen. Er is ook veel onderzoek op Arctische grondeekhoorns, omdat die in zeer koude temperaturen ook in een soort van superwinterslaap gaan. Die kunnen ook hun lichaamstemperatuur heel ver laten afdalen, verder dan eender welke andere zoogdierensoort. En die zijn ze ook aan het bestuderen, van stel dat we astronauten nooit de ruimte insturen, hoe kunnen we dat systeem induceren? Ja. Heel interessant. We hebben het daar ook ooit over gehad. Ik link het naar in de show notes. Nog eentje over de maan. De NASA stuurt ook weer een robot naar de maan en je kunt uw naam daarop laten graveren. Oh, ik ben eigenlijk een beetje beu. Echt, hè? Been there, done that. Is al zoveel in de ruimte gegaan. Maar nee, niet mijn naam. Maar ik bon, nee, het hoeft niet meer. Ik ging inderdaad net zeggen van ja, alweer. Maar ik sta er weer op. Sorry, ik ben verslaafd aan. Dus... kinderen ook. Dus ja, oké, het is afwijs. Maar ik denk, het is gewoon een manier om daar heel veel volk bij te betrekken. Tuurlijk. Als je dan nu weet, oh, mijn naam, dan gaat het die een dag toch wel. Gaan die allemaal, oh ja, kijk, vandaag is ze vertrokken. En weer bij meer mensen voelen zich daarmee verbonden. Dat is absoluut de bedoeling. Is het een nieuw trucje? Nee. Nee. Ik zou het leuker vinden, zou er een cameraatje aan boord zijn en een klein LED-displaytje dat eigenlijk op een loop al die namen telkens in beeld brengt en daar een fotootje van trekt. Dat je effectief je naam kan zien in de ruimte. Hier. Ja, dat was 10 jaar geleden of 15 jaar geleden was dat een Kickstarter. Ja. Hadden ze een satelliet waar dat ze... Zo'n CubeSat. Dat je je eigen selfie in de ruimte kon laten fotograferen. Maar ik denk dat hij niet gelanceerd is. Ik denk dat hij er niet van gekomen is. Ik wacht op de volgende leuke stunt om veel volk iets origineel. Wat ik en Gurt nu aan het denken zijn, is... Hoe goed is dat formulier beveiligd tegen SQL-aanvallen? En hoeveel rommel kunnen we de ruimte insturen? Ja, alles. Het is echt een super simpel. Ah, mijn naam, drop table sterretje. Insert sterretje. Ja, insert sterretje. Oh, Gurt, maar dus, alsjeblieft. Maar dus kijk. Maar ik was gewoon aan een sterretje in de ruimte. Ja, welk sterretje wat ik aan het denken? Niks. Uranus. No giggling in the back. Was er weer Uranus nieuws? Kun je dat wat hebben? Nee, er was een tweet die jij uitlokking genoemd hebt over Neptunus. Neptunus is minder blauw dan we denken. Hij heeft, ziet er meer uit als Uranus. It's got the color of Uranus, ja. Ook dat ben ik een beetje beu. Hetty, dat is een pilaar van de podcast, de Uranus. Oh, ja. En jij zit in aan het doorzagen. Oké, dat is goed. Dus ja, je kan je naam naar de ruimte sturen met een NASA-robot. We zetten de link in de show notes. Als je het nog niet gedaan hebt, of als je beu bent... Wij vinden het niet cool niet meer, maar oké, dan losers. Ik denk gewoon dat Hetty 30 keer op die racket gaat staan. Maar het is intussen even origineel als... We hebben het ChatGPT gevraagd om Jeroen Baart voor te stellen voor zijn lezing. Voor de mensen die mij nog boeken voor een lezing, doe dat niet meer. Dat is niet gewoon... En vooral het antwoord niet verbatim volledig voorlezen, want dat duurt 2 minuten. Hij zegt dan toch niet, Jeroen Baart, heb ik onvoldoende gegevens van... Nee. Meestal komt er een mix uit van de burgemeester en half Lieve en half Hetty ook soms, omdat onze namen vaak bij elkaar staan. Ja. Ik ben al getrouwd geweest met u, Hetty. Ik ben al een zoon van Lieve geweest. Omdat, dat is omdat ze GPT-3 gebruiken, want 4 vierde het wel redelijk goed. Okay. Ik zal straks eens opzoeken hoe de GPT-4 u zou tenminste iets met Jeroen zijn eigen stem, als je daar bronmateriaal voor nodig hebt. Dat is mooi. Ik heb langs ook een 11 Labs kerstman gehad die dat in mijn stem sprak. Dat was nachtmerrie fuel voor de lezing. Was dat de cringe? Ja, het was een creepy kerstman. Alright, van de maan gaan we naar Leuven. Want in Leuven loopt een spotrobot rond. Echt waar? Een robothondspot. Die is daar gespot. Oh. Heb ik dat ook geantwoord naar de mensen van het bedrijf waar die robot rondloopt? Zeker wel. Ik heb het de eerste keer gezien op de Instagram-pagina van Boston Dynamics zelf. Ja, ze maken veel reclame. Dus ik zat op Boston Dynamics, waar dat die supercoole filmpjes komen van die dansende robots. En opeens begint daar een filmpje te spelen en ik zie zo een robot rondlopen. En ik zie zo een Stella Artois lopen.
logo. En opeens hoor ik iemand zeggen... Ja, bij ons in de brouwerij proberen wij te zoeken als bierbijter in die gaten te houden. Door deze spotrobot ontlatten. Vertel, Marianne, waarover gaat het? Ja, hij loopt rond in de brouwerij van AB InBev in Leuven. 30 voetbalvelden groot. En daar loopt zo een hondje rond. En die checkt daar elke dag alle motoren, pompen, compressoren op thermische, ja, met thermische beelden op oververhitting. En ook alle pijpen en valves en zo op, door middel van geluid op lekken. Dus persluk lekken. En die vinden, ik weet niet hoeveel, ja, almost failures, hè, dat het binnenkort waarschijnlijk slecht loopt. En dan vervangen ze dan preventief. En dat heeft hun al, ik weet niet hoeveel geld gespaard. Predictive maintenance is nu een beetje de slagzin in heel veel industrieën, waar dat ze onder andere met robots en ook met AI proberen te voorspellen van, oké, volgens onze historische gegevens gaat dit machine waarschijnlijk binnen de week of binnen de maand falen. We gaan nu al maintenance doen die we kunnen inplannen tegenover dat op een maandagochtend om 10 uur is en we hier met de handen in het haar zitten. Omdat wat ze bijvoorbeeld gevonden hebben, zijn motoren waar dat er net wat te weinig olie nog in de versnellingsbakken en zo zat. Of een motor waarvan een koelingsvin kapot was, maar dat zie je normaal pas als die motor dan begint stuk te gaan. En nu zien ze gewoon, die op de hittecamera, wordt net iets warmer. Ja. Ze vervangen die nou, geen probleem. Hey, dus goed, hè? De robothond heeft een vaste route door de brouwerij die hij elke dag doet en die kan constant vergelijken met alle historische data en dus echt zien van, dat is een stuk warmer dan gisteren bijvoorbeeld. Ja. En lekken is met een akoestische camera, wat dat een beetje een contradictie is. Een akoestische camera is eigenlijk een witte blok van, laten we zeggen, 30 op 30 centimeter, met een hele array van microfoontjes in. En als die een bepaald geruis oppikt, kan die aan het tijdsverschil, modulatieverschil tussen alle microfoontjes, kan die enorm precies in de ruimte zeggen dat geruis komt vandaar. Een Doppler-effect met twee microfoons. Nee, omgekeerd. Van, invalshoek kunnen ze bedoelen. Het geluid... systeem van uw oren eigenlijk. Hè. Wij kunnen ook zien, wij kunnen ook horen van waar het geluid maar komt. Wij horen dat omdat dat net niet hetzelfde moment op de, in uw twee wij kunnen in één dimensie, omdat wij twee microfoons hebben, dus je kunt links-rechts, maar als je er meerdere in 2D hebt, dan kun je ook de horizontale hoek, de verticale hoek. En bepaalde mollensoorten kunnen ruiken in 3D. Die hebben het verschil tussen hun neus, zijn zo gevoelig dat het verschil tussen de neus gaat en als ze weten, god, zit meer aan de rechterkant. Ja. Dus die kunnen een hoge en een lage stinkende scheet ruiken van elkaar. Ja, inderdaad. Maar dus, die array die gericht die op een bepaald gebied, daar zat ook een cameraatje bij, en op dat camerabeeld duidt die met een soort heatmap aan, daar zist iets. En dan kun je op een leiding echt zo tot op de centimeter gaan kijken. Hier moet je lek zitten. Stel dat je fietsband lekt en je hoort dat gesis en je pakt een foto en die zegt gewoon, het is daar. Vergeet de water en de emmer water. Ja. En het is niet dat ze alleen echt serieuze lekken vinden. Ze zeggen, ze hebben echt al heel veel, maar superkleine lekjes gevonden. Maar dat was vervelend. Vroeger moesten ze bij elk lek heel die brouwerij onder water zetten. Kijken waar het droog wordt. De vraag die aan iedereen zijn lippen hangt, test die robot het bier? Want er zijn een hele hoop kwaaie mannen die zoiets hebben van... Hij doet niks chemisch met het brouwproces. Of, Nee, de uitleg was ook van... Die lijn draait 7 op 7, 24 op 24. Als je dan een uur stillegt, is het bedrijfsverlies immens. Ja. Wat je verliest in productie van een motor die een uur uitvalt, dat is gewoon ellendig. Dus daarom dat ze nu hem constant laten rondlopen. En waarom maar ene? Wel, het grappige is, zijn akoestische camera die staat op zijn gat. Omdat zijn warmtecamera staat al van voor. Dus er was geen plek meer. En dus, als hij een lek zoekt, dan draait hij non-tem echt met zijn gat naar een leiding. Dus steekt zijn kont omhoog en dan zegt hij, daar lekt iets. Dat is eigenlijk... Als hij mee gevonden heeft, dan heeft hij zijn pootje op en dan markeert hem dat. Heb jij oren op je gat? Ja, voilà. Effectief. Een robothond met oren op zijn gat. Het is zoals Lieve zei, dat is een filmpje van Boston Dynamics om daar reclame voor te maken. En daar praten ze zo af en toe... managers in het Engels en dan de techniekers echt in schoon Vlaams. Leuvens, hè? Onze hond. En dat is echt zeggen, het is echt een collega geworden. Zegt hem een naam? Super schattig. Ja. Hij zal wel een naam hebben. Dus ik hoop ook dat hij een hondenhoksken heeft, gelijk bij SpaceX. Hè? Als je bij InBev werkt, stuur ons een naam die Bobby. Spotty McSpotface. Ja. Bij SpaceX hadden ze ook een bij de lancering, hadden ze een hondenhoksken. Dan moeten ze toch bij AB InBev ook maken. Weet wat? We bieden ons aan. We bieden ons aan, AB InBev. We gaan met Nerdland een hondenkot bouwen voor uw spot. Oh. Henk gaat dat. Dat was het meteen outsourcen. Iedereen dacht het, Jeroen. Maar jij zei het.
Zijn er plannen om meer van die honden in te zetten? Ze zeiden dat het een trial run was en dat ze gingen uitbreiden. Want zeg maar, als bedrijf, hij is tamelijk betaalbaar, denk ik, in professionele middels, 30.000 euro of zo. Ik zag nu een staan van 120. Ja, van 150, okay. Maar ik weet niet, want ik dacht ooit dat hij ooit goedkoper gestaan had, maar ik weet het niet. Maar programmeerde die dan zelf in-house? Voor het daar de kost zit, hè? Ja, gewoon in het programmeren en de dataset. Bij Zora Robotics in... Ah nee, met Spot werken ze niet graag meer. Maar bij Zora Robotics in Oostende maken ze dat soort middleware. Dus maken ze eigenlijk software die het voor u gemakkelijk maakt om uw robots te bedienen. Ja, ik denk dat je vooral Spot zelf kunt je niet zoveel aan programmeren, want het is helemaal closed property. Maar de sensoren dat erop staan, ja, die kunnen wel volledig uiteraard programmeren en uitlezen en hoe dat je het zelf wilt. Wel, dat was het probleem. De robotvoetbalploeg van Nederland heeft ook een Spot gekocht. En die zeggen, de beveiliging om nergens tegen te lopen is zo goed dat hij niet op een bal wil schoppen. Oh my god! Ja, en je kunt dat niet overroelen. Allee. Dus daarmee hebben ze een goedkope Chinees gekocht, waar je wel alles mee kunt doen. Ja. Zonder beveiliging. Ja, voilà. Ja. Shut up, alles. Met gevaar voor eigen leven. Ja. Alright, maar kijk, wie wil gaan kijken? Loopt je dan de hele tijd echt zo exact hetzelfde ding, maar dat gaat toch een patje uitlopen op den duur op de vloer. Ja, maar dat doen die arbeiders daar ook. Ja. Ja, ja. Echt zo zijnzelfde toerke, inderdaad. Ja. Ja, er is een link met Michael Reeves, die een spotrobot bier doen pissen heeft. Dat is toch het ideaal? Eigenlijk moeten ze die uitnodigen bij AB InBev. Ja. Om beginnen die twee ruzie te maken. Dat lekt hier. En dan laten ze die Heineken pissen of zo. Voor Kantussen in Leuven. Dat is wel een winnaar. Om de spot s'avonds iedereen in zijn bakken slaat. En dan ook... Had voendoem. En dan die een bierpisrobot ook zo laten paren met die van AB InBev. In een filmpje ook. Oké, we wijken af. Inderdaad, een ander onderwerp. Want Kurt, Tetris is uitgespeeld. Ja, ja. Het is een lang verhaal. Het is een lang verhaal. Het komt er eigenlijk op neer. Klinkt alsof het een menselijk genoomverhaal is. Tetris is eindelijk uitgespeeld. We hebben het over het originele Tetris-spel. Het originele spel voor de NES, voor de Nintendo Entertainment System. Dus niet voor de Game Boy. Hoe oud is het? Het is 34 jaar oud. Het is uitgekomen in 1989. En in die tijd is het gemaakt geweest van... Ja, je speelt dat en op een gegeven moment gaat het zo snel en kun je gewoon niet meer verder. En dan crasht je niet, maar dan is het game over, want je bouwt tot tegen de bovenkant. En het is gewoon zoveel mogelijk punten halen. En eigenlijk is het zo gebouwd dat eigenlijk vanaf level 29, dus iedere keer als je blokjes, als je lijntjes wegdoet, per 10 lijnen gaat een level omhoog. En vanaf level 29 gaat het eigenlijk zo snel, dachten de makers, dat het fysiek niet mogelijk is om snel genoeg op de knop te duwen om eigenlijk blokjes naar de zijkant te brengen. Ja. Voilà. Tot dat, in 2011, was er een Thor Eikerlund. En die had een nieuwe techniek gevonden. Die was voor die knoppen een beetje aan het masseren. Zo hypertapping. Waardoor het hem toch nog sneller kon doen. In plaats van echt te duwen, dat je... Met twee vingers erover wrijven. Heel zo subtiel en kunt... Ja. Dat is verboden in blokken nu. Dat mag niet. Ben Krabbe, ik ga er streng op toe. Er worden hier geen knoppen gemasseerd. En toen is hem eigenlijk tot level 38 zijn ze toen geraakt. Ja. Cool. Omdat ik denk dat een Thor heel blij is bij de ladies. Wacht, maar er komt nog een nieuwe techniek. Ik zal met een lange balk er eens komen in. Dat heeft toch iets vaag erotisch. Als je zo'n lange Tetrisballen krijgt en je kunt die zo juist kom op. Iedereen denkt dat. En vier lijntjes tegelijkertijd. Maar bij Cynthia op level 38 geraakt. Dus dat was hypertape en dat is een nieuwe techniek. Want ja, dat is zo'n beetje zo. Er is een gigantische community rond Tetris om zo ver mogelijk in dat spel te geraken en zo eigenlijk de fysieke blokkades te overwinnen. Een nieuwe techniek en dat was de rolling techniek. En eigenlijk die techniek is die dat nu nog altijd heel veel gebruikt wordt. Ja. Moet je inbeelden, zo het kasje van de Nintendo. Nintendo van vroeger heeft zo de vier pijltjes en dan zo A en B toets. Het is die in Nintendo, de allereerste. Ja. Als je dat toetsenkastje van B om naar links of naar rechts te gaan, als je dat zo van onder en van B tussen je vingers laat klikkeren, dat je eigenlijk met je duim en je wijsvinger onder dat kastje heel snel over en twee duikt, dat was toch genoeg snelheid om dan in die hele snelle levels toch je blokjes, ja, met veel treinen natuurlijk... Maar er is nog een nieuwe, hè? Dat is de nieuwste techniek die gebruikt wordt. Maar die gebruiken ze zo met hun vingers. Dus dat is inderdaad het ritme. Geduwt uw toets een klein beetje in en in plaats van op uw toets te duwen, laat ga de
met je met vier vingers op de achterkant, zo gelijk dat je op, dat is die op tafel... Ja, dat is die rolling techniek. Oh. Dus dat, en zo tikte op de achterkant. En die vibratie is genoeg, die is genoeg om je contactje van je knop eigenlijk heel snel te laten gaan. Ja, dat is inderdaad langs de achterkant tikt. Maar de moeilijkheid is... Ik heb proberen vanavond. De moeilijkheid is dat je je kasken maar met één hand kunt vasthouden, want je hebt je andere hand nodig om te rollen. En dus je ziet er sommigen zitten die dat kasken tegen de tafel klemmen en ook tegen hun been. Die tegen zijn voet klemmen. Ook nog een bijkomstig ding is... Maar dat is als lesbische porno. Ik zweer het. Dat is om het knop naar links of naar rechts te bewegen. Heen en weer te gaan, ja. Maar dus een bijwerking daarvan is dat je handen heel snel blijnen krijgen. Dus je ziet al die mensen dat spelen met één handschoen, echt Michael Jackson-stijl, met één handschoen de kastjes te bedienen om zo tegen blijnen te gaan, om zo lang mogelijk toch te kunnen trainen. Ja. Want ja, die mannen die trainen 3 tot 4 uur per dag minstens. Dat is wel heel moeilijk als je uit je computerkot komt met één handschoen aan, blijnen. Ja. Ik heb getraind op de rolling techniek. Het was Tetris. Ja, ook verboden bij blokken trouwens, want er zit een desk tussen, dat gaat niet. Je kunt er niet van onder kloppen. Ja, en zijn robots daar beter in? Sneller? Emulatoren. Ze hebben software, dus ze hebben softwaresystemen gebouwd die het spelen en die al veel verder geraakt zijn, maar nog nooit fysiek. Ja, dat wordt ook gedaan, maar eigenlijk, er zijn gewoon competities met die specifieke NES-versie, dus de originele versie op originele Nintendo Entertainment Systems, met de originele kaskes, heel strikt, je mocht geen emulatoren en zo dergelijke gebruiken. Dat is echt de fysieke barrière. En dan, ja, hoe speelde dat spel uit? Ja, dat blijft eindeloos levels genereren. En die makers die dachten van, ja, weet je wat, ja, na level 29 ze gaan het doen, weet je wat, we doen er nog wat levels bij, we voorzien kleurenschematjes, tot level 138. Zoveel kleurenschema's hebben ze voorzien. Want de blokjes hebben altijd andere kleurtjes, hè? Ja, dus iedere level veranderde de blokjes van kleur. En ze zijn gestopt bij level 138, want dan waren er gewoon geen kleuren meer gedefinieerd in het geheugen van dat spel. Maar dus met die nieuwe techniek zijn ze verder geraakt. En kwamen ze ineens tot een glitch, de eerste glitch. Maar het spel crashte nog niet, het spel ging gewoon verder. Dus in plaats van een gewoon kleurenschema, ging de code van die Tetris ging eigenlijk op zoek naar... Oké, niet meer geheugenblokje 138, maar dat gaat nu op zoek naar geheugenblokje 139. Lees daar de code uit, steek dat door de coderfunctie om daar een kleur van te maken. En ineens kwam daar een kleur uit. Dus wat deed dat... Dat programma dat ging eigenlijk in het geheugen naar random data gaan ophalen, daardoor een functie halen en dan elke kleur op scherm iets dat halen. Niet bedoeld was als niet kleur. Niet bedoeld als kleur, werd deze kleur. En dan was het ineens zo waanzinnige kleuren. En de eerste keer, de filmpjes online zitten, van de ervaring van mensen, dachten van, what the fuck is deze? We zitten hier level 138 en ineens is dat roos met groen. Dat is heel raar. Of ineens is dat gewoon heel donker, onzichtbaar eigenlijk, bijna zo de charcoal level, dat ze dat dan noemen en zo. Dus dat was een nieuwe uitdaging. Ze waren weer verder en ze gingen nog verder en zo verder. Om eigenlijk uiteindelijk het ultieme doel om Tetris uit te spelen was om eigenlijk zo een kill screen te krijgen, namelijk dat het spel zou bevriezen. Crasht eigenlijk, omdat je nog verder gaat. Dus dat was tot level 138. En op dat moment zijn ze eigenlijk wel met emulatoren begonnen en zelfs ook met AI te gaan kijken van oké, hoe kunnen we dat spel nu doen crashen? Zo computersimulaties te gaan doen. En dan heeft er iemand eigenlijk helemaal beschreven van die code geanalyseerd, heel veel testscenario's gedaan en dan eigenlijk een hele Excel gemaakt van kijk, als deze dingen voorkomen, dan is er een heel grote kans dat het crasht. Dat heeft te maken met memory allocation, met data die eigenlijk binnengehaald wordt omdat er niet meer moet zitten, omdat je eigenlijk in een soort level zit dat die makers nooit voorzien dat je daar zou geraken. Echt zo'n tabel, ja, je kunt het ook online vinden, een tabel van als je in level 100 zoveel 2 lijnen tegelijk wegdoet, dan heb je een killscreen, want die probeert die score weg te schrijven naar een plaats die dan al bezet is, dus die schrijft iets over dat. En als je in level zoveel 3 lijnen tegelijk doet, dan crasht hij ook. En zo heeft hij een heel schema gemaakt. En dan was het, de race was om. En dat waren gewoon echt online mensen die gewoon in een NES-console... Iemand wou dat als mens kunnen. Ja, dat was de race tussen twee of tussen een aantal topspelers die dat zo kwee niet van het trainen waren om ter het eerste... Killscreen te bereiken. Omdat er een einddoel bepaald was. Voilà. En eigenlijk het eerste ding in die Excel was level 155. Daar moeten 1 lijn wegkrijgen en dan crasht het spel. En op een gegeven moment is er een aan het streamen, een Blue's Cutie. 2 weken geleden, denk ik. Ja, begin januari inderdaad. Blue's Cutie, 13 jaar uit Oklahoma. 13, jongens. 13 jaar, die begint te streamen. En alle andere kijkers, die op dat moment op Twitch of whatever streamingplatform dat aan het gebruiken was, aan het kijken was, zijn allemaal aan het meekijken, aan het routen. Want hij is keiver, hij is al in level 153. En dan begint dat rond te gaan in die community. Ja, en iedereen begint in te loggen. En te kijken aan een 13-jarige in zijn bureautje. Ja, want iedereen kent die Excel. En die weet, als je in level 155 één lijn kunt laten verdwijnen tegelijkertijd op die paas, dan crasht het spel. Hij komt daar aan level 155 en hij doet 3 lijnen tegelijkertijd. Dus hij is voorbij dat punt. Eerste crashpoint voorbij.
Dus het was niet gecrashed. Het spel was niet gecrashed, ze speelden gewoon verder. Nee, pech. Maar, in diezelfde, maar het coole was, in diezelfde run gaat hem naar level 156. En iedereen weet, in level 157 is het tweede punt één lijn daar laten verdwijnen en het crasht opnieuw. En hij komt in level 157 en hij doet een misdrop. Wat wil zeggen dat hem een blokje iets te ver zit, waardoor er een lijn niet verdwijnt. En hij is aan het stressen en uiteindelijk toch wel. Hij slaagt erin om één lijn te laten verdwijnen. Oh. En het spel kracht. En je moet echt allemaal het filmpje zien, als je het nog niet gezien hebt. De euforie op die 13-jarige van... Oh my god, I did it! I crashed the game! Maar, ja, maar euforie, het is waanzinnig. Het is hyperventilatie en het is, je kunt je ergens inleven in dat gevoel. Want iedereen die al een keer een... late kampioenengoal in de voetbal gezien heeft, die heeft een vleugje van dat gevoel meegemaakt. Maar als je die... Kampioenschap van Antwerpen dat vorig jaar. Voilà, maar als je die een klein 13 jaar en die weet, heel die community is live aan het kijken en het is heerlijk om te zien. Het is het grootste nerdgasme dat ik in de laatste jaren gezien heb. Hoe weten we dat dat nog nooit eerder gebeurd is? Dat er niet ergens een Rus 20 jaar geleden in een of ander donker hok dat ook al niet opgenomen. Pixar didn't happen. Ja, maar die community kennen elkaar allemaal. En al die trucken, die hypertapping en die rolling techniek, die bestonden nog niet toen. Dus die zou dan volledig op zichzelf twee nieuwe technieken moeten verzonnen hebben. Die hypertapping, de eerste techniek om voorbij die level 29 te geraken, is eigenlijk pas in 2011 bedacht. Maar deed ik dat ook al, hè? In 92? Ja. Nee, dat was op mijn Game Boy. Als je nog een tip wilt op Apple TV of Apple TV Plus, is er een film genaamd Tetris, over de geschiedenis van Tetris. Mm-hmm. Het is een beetje opgesoept, een beetje spannender gemaakt, maar dat gaat over de originele uitvinder van Tetris en hoe dat patent in Amerika terechtgekomen is. Dat is een film over een legaal dispuut die ze op een of andere manier grappig en entertainment gemaakt hebben met de man die ook in Kingsman speelt. En weet je waarom dat spel Tetris heet? Ja, maar ik zeg het eens. Dat staat in de nieuwe scheurkalender, maar zeg maar. Omdat alle blokjes zijn vier vierkantjes en dat noemen ze tetraeders. Tetra. En de uitvinder was mega grote fan van tennis. Dus tetra en tennis is tetris. Allee, zeg. Tweede stuk is het een beter een pong gemaakt met vier blokjes of zo. Nee. In die film is de uitvinder tennis aan het spelen op het dak van zijn KGB-era gebouw. Okay. En komt de geheime dienst hem interpelleren omdat hij zijn spullen aan de Amerikaners verkocht heeft. Dat is wat het is. Ja. Voilà, maar er staan een paar heel goede YouTube-filmpjes over de hele geschiedenis. Dus dat killscreen van die level 157 was, denk ik, is nu bereikt. Nu zijn er nog andere, want het is uiteraard niet gedaan. Die community is levender dan ooit. Nu willen ze natuurlijk al die andere killscreens op die andere levels ook een keer bereiken. Mm-hmm. En, wat hebben ze nu ook verzonnen? Er is ook een ideale manier om nog verder te geraken zonder killscreens. Dus je kunt eigenlijk level na level dan weten... Juist zoveel lijnen. Ja, bijvoorbeeld wat hij gedaan heeft op level 155, drie lijnen. En dat is nu nog een uitdaging om in plaats van de killscreen te zoeken, om die telkens te ontwijken en zo naar ver mogelijk te geraken, hogere want er levels zijn rankings van de hoogste level waar iedereen geraakt. Eens dat je voorbij level 40 of zo gaat, dan gaat het niet meer altijd sneller. Nee, sneller, vanaf level 29 blijft de snelheid hetzelfde. De kleuren worden wel heel moeilijk. Ja. Er zijn echt bijna onzichtbare levels. En de concentratie dat je moet blijven houden is intens, hoor. Ja, zeker. Oké, een volgend nieuwsje. Marianne, je hebt erin verdiept, want de kop trok de aandacht. En de kop is de volgende. De geur van vrouwentranen maakt mannen tammer. Ja. Wat een Herman Brusselmans zin. Tammer? Ik heb mij er echt in verdiept en het is super interessant. Je hebt veel geweend de laatste dagen. Nee, maar ik heb wel veel bijgeleerd. Dus tranen blijken een soort van chemische ruzieoplosser te zijn tussen mannen en vrouwen. Dat wist wel lang. Maar, dachten we al lang dat dat was door het uitzicht, maar er blijkt veel meer aan de hand. En eigenlijk bij dieren vinden we dat normaal, want wat we al lang weten is in tranen zitten feromonen. Geurstoffen, feromonen zijn niet de normale geuren die wij opnemen. Je ruikt ze niet, maar ze brengen je lichaam in een andere staat. Ja, maar ze tot nu toe, en nu kijk ik misschien een beetje meer naar Hetty, zouden mensen hebben eigenlijk geen geurreceptoren voor feromonen, maar heel veel zoogdieren hebben dat wel. Ja. Wat ze bijvoorbeeld al lang weten, is dat babymuisjes, die wenen, omdat de mama
dat dan ruikt, of met de feromonen, en dat de mama dan minder op de avances van andere mannen ingaat en meer voor haar eigen baby begint te zorgen. Allee, jong! Interessant, dus, hè? Blijtende kinders om uw moeder van de venten te houden. Beide dieren, voor tot nu toe. Tot nu toe, vrouwelijke muizen wenen om de mannen te laten stoppen met vechten en dan beginnen ze met hun te paren. Oh, jongens, cool. Toch? Maar dat was allemaal bij de dieren en ze dachten, mensen hebben eigenlijk geen geurreceptoren voor feromonen. Dus bij mensen zou dat normaal niet echt kunnen werken. Ja, mannen vinden dat wel erg als hun vrouw weent en zijn dat wel lief, maar dat is omdat ze dat zien. Ja. Maar dan wou ze eigenlijk testen doen om te zien, ja, is dat inderdaad alleen visueel? En dan hebben ze een heel batterij aan onderzoeken opgestart. Dat blijkbaar best wel moeilijk is, want eerst en vooral, je moet traanvocht verzamelen. Ja, ajuinen? Ja, 1 milliliter traanvocht. Dus we dachten, we beginnen met ajuinen, maar dat gaat niet, want dat zijn andere soorten traan. Ja, ah, ja. Ja. Geïrriteerde traan. Ja, dus je moet echt tranen van emoties. Ja. Dus je moet een hoop vrouwen in het donker laten huilen. Ze hebben 100 vrouwen... Maar waarom in het donker? Omdat die mannen dat niet mogen zien. Omdat dan, die mannen zijn er nog niet bij. Ah ja, die zijn er nog niet bij, dat is slimmer. Ze hebben 100 vrouwen, je hebt er allemaal testen op gedaan. 100 vrouwen, ze hebben als een vrouw huilt en er was geen man bij, heeft ze dan wel gehuild? Ah. Dus 100 dvd's van de Notebook gekocht en dan... Eerst 100 maar 1 dvd is genoeg, hè? Ja. Eerst 100 vrouwen onderzocht en gezien dat we ze 6 van kunnen weerhouden die voldoende snel konden weer. Op het moment dat ze die 94 anderen het slechte nieuws hebben moeten brengen, dat ze niet geselecteerd waren. Dat was de herkansing eigenlijk dan. Hebben ze die andere 6 de laan uitgestuurd? Ja. Dat blijft iteratief doorgaan. Wat die, die 6 mochten dan ofwel met droevige muziek of met... Met brieven. Ja, of met vooral films. Dat was hey, jij daar. Dank beste. Je dat je mijn cd gekocht hebt. Want dankzij jou kan ik. Ja, maar, dus daarmee hebben ze dus een paar milliliter draadvocht verzameld. Dan hebben ze 25 mannen gevonden. Die... Zo aan het lokken met dat draadvocht. Ja. Nee, nog niet. 25. Ja. Niet te laten, Marianne. Ja, dokter aan, maar die tellen niet zeker. Hè? Ja. Inderdaad. 25 mannen en die moesten dan... Ik ga opnieuw beginnen. Vrouwentranen, altijd grappig. Je zegt dat dat mannen tammer maakt. Ik word daar een beetje op... Ben je de enige dat er een beetje opgewonden van wordt? Dat is mijn dingetje. Oké, ja. Marianne. Ja, 25 mannen moesten een agressief computerspel spelen. En ze dachten dat dat tegen een mens was, aan de andere kant van de computer. Maar dat was eigenlijk een computer dat ze tegen speelden. Ja. En die computer die ging eigenlijk binnen vals spelen. Die ging bijvoorbeeld geld afpakken en die mannen pesten. En die mannen konden kiezen, ofwel ik laat het gebeuren, ik speel mijn spelletje verder, of ik wreek mij op de tegenspeler. Ah, ja. En dan gingen ze meten hoe vaak wreken die mannen zich en dan zagen ze hoe agressief die waren. En dat deden ze natuurlijk een keer met een potje traanvocht dat ze zou moeten ruiken en een keer met een potje zoutoplossing. Placebo, ja. Dat ze zou moeten ruiken. En wat blijkt? Inderdaad, die mannen die aan die traanoplossing hebben geroken zijn veel minder agressief en 44%, whatever it may mean. Okay. Dan degene die aan die zoutoplossing ruiken. Dus het is echt zo dat die geur van die tranen, maar ze hebben dan, ja, dat die effect heeft. Okay. En ze hebben dan ook met zo'n kunstmatige neus kunnen zien dat er 4 sensoren reageren op dat traangeur. Er zit echt een andere soort geurstof in. Ja, ja, ook al ruiken wij het bewust niet. Op hoeveel mensen is dat getest? Want dat is altijd zo wel de vraag bij dat soort... 25 mannen, hè. 25 6 mannen. Vrouwen, hun traanvocht en 25 mannen. Ze hebben getest mannen. Op... De want ik vind het heel grappig dat ze testen op de reactie bij het verliezen in computergames. Want als er nu één ding is waarbij dat mannen zeer intense emoties kunnen tonen, dan is het toch wel op het internet een videogame spelen en daar kwaad op worden. Ik ben al in... Maar ja, maar ze worden dus minder... hard kwaad. Ze willen zich minder terugvreken. Maar heb je dan niet sowieso een subset van mensen die dat computerspelletjes kunnen slash graag spelen? Dat weet ik niet. Sowieso... Maar ze hebben, misschien moet ik er dan nog bij zetten. Ze hebben terwijl dat die spelletjes gespeeld werden ook wel MRI's gedaan. Ja. Ah, ja. En ze zien ook dat er minder activiteit is in de prefrontale cortex en wat dat noemt het left anterior insula. Blijkbaar zones die in verband kunnen gebracht worden met agressie. Ja. En dat er meer activiteit is in de geurcentra, maar ook in de link met de amygdala, dat je emoties zou reguleren. Dus wetenschappelijk
kunnen ze wel zien dat er van alles gebeurt. Wel, maar... Die Russische negenjarigen die mij in Counter-Strike uitmaken en dingen over mijn moeder zeggen, die moeten een beetje vrouwentranen snuiven. Ja. Om, okay, ja. Ja, je kunt dat doormailen ook. Sikkelblieet! Nee, kom. Rustig, Igor. Nu, het, maar... het coole is... Ja, sorry, zeg maar. Maar ja, de methodologie van dat soort onderzoeken vind ik altijd heel belangrijk om naar te kijken. Ja, ja. Met hoeveel waren ze? Is het statistisch relevant? Want je kunt die een proef ook doen op 3 mensen en toevallig iets uitkomen. En ik zeg absoluut niet dat het hier niet zo is, want er zijn hele goede technieken om ook met minder personen toch statistisch relevante dingen uit te komen. Hè. Dus we zouden zeg maar het begin, hè, de eerste studie. En was er een verschil tussen de verschillende tranen van de vrouw? Of was het allemaal hetzelfde? Dat stond er ook niet ze bij. Ze hebben een mengeling gemaakt, ja. Waarschijnlijk. Een melange. Maar, ja, het is inderdaad een eerste studie. Ik denk dat ze er veel meer mee gaan doen. Of ze zijn er al lang mee bezig, maar gewoon de complexiteit van dat verzamelen en zo was al veel werk. Mm-hmm. En wat ze nu bijvoorbeeld willen testen is, is het alleen vrouwentranen op mannen of ook vrouwentranen op vrouwen, mannentranen enzovoort. Alle combinaties. Eén pot nat. Ja. Sorry. Een mooie Ja, interessant is bijvoorbeeld ook babytranen op volwassenen. Ah, ja. Zo van die allemaal interessante relaties tussen mensen. Maar dus eigenlijk, er zit een stof in die we niet kunnen ruiken, maar die elektronische neus dat je zei, die kon je wel waarnemen. Ja, die triggert er wel op. Maar een van de volgende stappen is dan toch om die moleculen synthetisch aan te maken en dan ergens een parfum. Venten te kalmeren. In een voetbalstadion. Dat in zo'n stokken ben gehaald. We mogen nergens man meer zijn. Ze willen ons overal rustig houden met vrouwen te gaan. Ik zie je graag. Ik vind het niet erg meer. Ik vind het plots niet erg meer. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Goed, van de geur van vrouwentranen gaan we naar de luchtvaart. Kurt, de NASA is een supersonisch vliegtuig aan het testen. De X-59. Wat is het doel van de X-59? Snel te kunnen vliegen, hè. Oké, okay. Goed, volgend onderwerp. Okay. Bedankt, ja, Kurt. Op zich, het is wel interessant. Vroeger had je 1 vliegtuig, 1 passagiersvliegtuigen. Want zo'n gevechtsvliegtuigen... Je had veel passagiersvliegtuigen. Ja, je had 1 passagiersvliegtuig... Zeker meer dan 2. Sorry, ik begin opnieuw. Vroeger had je 1 passagiersvliegtuig dat sneller dan het geluid kon vliegen. Le Concorde. Le Concorde. Le Concorde. Wat is het nadeel van een vliegtuig dat sneller dan de geluidsmuur gaat, is dat op een gegeven moment een hele grote bang doet. Ja, namelijk als dat door de geluidsmuur breekt. Constant. Ja, vanaf dat het sneller gaat dan het geluid, gaat dat overal waar het passeert een sonic boom. Niet ene keer. Nee, maar jij neemt dat als waarnemer, neemt je dat ene keer waar, omdat dat juist op uw plaats is, omdat je gaat snel aan het geluid, dus die geluidsgolven die worden letterlijk tegen elkaar geduwd, gelijk een accordeon. En dat passeert u. Hoort je dat in dat vliegtuig? Nee, gooit dat daar niet binnen. Alleen het moment dat je passeert, denk ik dat er wel een rammelingetje is, maar vanaf dat je supersonisch gaat, merkt er niks in het vliegtuig en is het op de grond. Eigenlijk, het is alsof de eend die zo een driehoekje van rimpels in het water trekt, als die rimpels de kant raken, dat is de sonic boom. En dus die eend is er dan voorbij. Dus die eend heeft nooit rimpels tegen zich, want die passeert ze constant. Zijn mooie animatietjes van die ik in de show. Ja, voilà. Ja. Ja. Wat dat dus een beetje lastig is, omdat dat niet alleen auditief natuurlijk lastig is, maar die drukgolf, die verwoest ook gewoon gebouwen. En dat is een van de redenen dat de Concorde niet meer gevlogen heeft. Ook het feit dat die een paar keer is neergestort en dat die nogal heel duur was en zo. En vooral het feit dat die enkel over de zee vloog. Hè? Ja. Die vloog van Londen en Parijs naar Amerika, maar die vloog nooit naar China, want dan moet je over land en dan heeft iedereen de sonic boom. Ja. Ja, voilà. En dus eigenlijk om dat probleem op te lossen, is NASA heel hard bezig om te onderzoeken van kunnen we niet terug een passagiersvliegtuig maken dat sneller dan het geluid kan vliegen, dus heel snel kan, supersonisch kan vliegen, maar dat geen lawaai maakt. Geen sonic boom, ja. Nee, geen sonic boom. En dus eigenlijk, nu zijn ze ermee bezig. Ze hebben een eerste prototype voorgesteld. De eerste waren zowel de PowerPoint-tekening natuurlijk, maar die is me echt voorgesteld geweest. Hij is 30 meter lang. En het ding is, hij kan 1,4 Mach halen, dus 1,4 keer de snelheid van het geluid. En hij maakt lawaai zo groot als een deur van een auto die is toegeslagen wordt. En op de grond dan? Hoe komt dat? Ja, op de grond. Hoe kunnen ze dat dan? Want je hebt puur de bouw. En als je naar dat vliegtuig kijkt, dat heeft een gigantisch lange snuit.
De bouw is heel aerodynamisch en ze proberen eigenlijk dat die golf, de V, zoals Lieve zei, van dat, mm-hmm. ding, dat die eigenlijk niet tegen de kant botst. Dat die eigenlijk uitgespreid in alle richtingen gestuurd wordt. Stel u een eend voor waar je allerlei dingen op de zijkant zet om het water af te leiden of om het water op te vangen. Zo'n soort eend met allerlei spoilers. Ja. Zo'n Johnny eend. Drie spoilers. En vanaf dan is het engineering natuurlijk. Hè. Dat is dan zoeken naar met welke afbuiging. Bijvoorbeeld, heb je dus al gezien dat een camion op de twee hoeken aan de voorkant zo van die vleugeltjes heeft. Ja. Ja. Hey, dus zo een camion, je hebt zo, ja, de voorste randen, links en rechts, eigenlijk net onder de voorruit, zitten daar zo twee van die uitsteekseltjes, van die vleugeltjes. De reden is, als een camion vol in tegen de lucht rijdt, dat de lucht opengeblazen wordt en dat die enorm veel opspattend water heeft aan de zijkant van de camion. Maar als je daar twee vleugeltjes op zet, je moet een keer letten op de vorm. Wat die eigenlijk doen, is de lucht opvangen en terug vrijlaten aan de zijkant van de camion. Weer weg die. En daardoor heb je veel minder turbulentie links en rechts en wordt je camion minder rapvuil. En dus met dat soort trucken kun je waarschijnlijk die Sonic Boom ook een beetje... Ja, en een tweede argument is, niet dat ze daar al direct resultaten van hebben, want hij heeft nog niet gevlogen, is dat ze wel hopen dat hij door minder die weerstand te hebben, dat hij ook gewoon iets efficiënter ja. En goedkoper dus kan minder vliegen. Drag. Ja, minder en drag. Wat was het nieuws over de X-59 de voorbije maand? Hij is nu voorgesteld. Oké. Okay. Ja, en wanneer kunnen we er... Allez, wanneer kan er iemand in vliegen? Wanneer wordt die gebouwd 2027 proberen ze het eerste... Commercieel, hè? Echt, de entire mission is expected to run dan. Maar dat is commercieel. Ze gaan wel testen tussen nu en dan. Ja, de testen starten in 2026 en in 2027 hopen ze daarmee effectief. Want intussen is Boom Supersonic ook al een nieuwe Concorde aan het bouwen. Hè. Boom Supersonic is een vliegtuigconstructeur. En die zijn nu al nieuwe modellen aan het bouwen die ze terug willen gaan leveren aan British Airlines. Hoeveel tijd was Londen-Parijs met de Concorde? 3,5. En tegenover nu is het 6 uur waarschijnlijk. New York is het, dus naar New York. Naar New York. Londen, denk, New York. Recordtijd, Parijs, New York, recordtijd was 2 uur 50. Maar stel je voor, man, op 2 uur 50. Oh, nee. Maar dat is het, geen New York. Ja, maar dan zitten Belgen nog niet door op 2 maar uur 50. Maar de Concorde, die hoeveel mag? Is dat ook 1,1? Die mag veel. Mocht veel. Ja. Ja. Ik weet niet, zeg maar iets meer. Hij ging door de geluidsmuur in ieder geval, maar nog niet veel meer erover. Okay. Maar ik denk vooral, waarom de NASA erachter zit, ik denk dat ze als ze deze research en development om die drag, dan gaan ze op hun raketten en een nieuwe space shuttle of op ruimtetuigen ook allemaal kunnen gaan toekomen. Concorde had een maximum cruising speed van 2,04 Mach. Dat vind ik wel heel veel. 2,04. Dat is maximum cruising speed. Dat is meer dan 2000 km per uur. Dat is 2179 km per uur. Damn. Geen wonder dat ding niet meer mocht vliegen. Dat is redelijk gevaarlijk. Maar, de ironie dan is, hij is bij topstijgen ontbrand. Ja, inderdaad. In de vlucht is er helemaal niks gebeurd. Nee. Het is bij topstijgen dat misgegaan is. Oké, voilà. Kijk, supersonisch vliegen. Misschien gaan wij het ooit nog doen. Mm-hmm. Als het op tijd komt voor ons en als het betaalbaar is voor ons. En als de milieutol tegen dan ondraagbaar is. Boom Supersonic beweert dat zij CO2-neutraal gaan vliegen. Dus dat zij echt... Ik weet niet of ze op methaan gaan vliegen of op biofuels of dat ze het gaan offsetten. Dat weet ik niet. Je hebt genoeg trucken om dat te offsetten en te doen. Maar Boom Supersonic heeft dat al meegenomen in zijn... communicatie alleszins. Oké. En dan hebben we nog heel, heel belangrijk nieuws van de markt. De financiële markten? Nee, het fruitkraam op de markt. Want er is wetenschappelijk onderzocht hoeveel fruit je kan weghalen uit een stapel voor hij instort, Els. Ja. Klopt. Ik heb eigenlijk een nieuw soort... hoe zeg je dat? Porno. Jesus. Ontdekt. Maar dan niet van de seksuele kind, maar meer van het OCD kind. Intellectuele. Als je zoekt op produce stacking. Oh my god. Zo mooi. Zoek ik dat in Google of op de gespecialiseerde website? Safe search. Dus produce stacking. Dus zo de manieren om heel geometrisch appelsine te stapelen. Groenten en fruit. Op de allerschoonste manieren op elkaar gestapeld. Prachtig. Ongelooflijk. Ja, Jeroen is al aan het scrollen. Oh, van die mooie... Gewoon, ja, maar gewoon, niemand koopt daar omdat die piramide perfect is. Het ding is dus, daar zijn dus al onderzoeken naar gedaan, wat dat de perfecte vorm is om, om zoveel mogelijk produce op die oppervlakte te zetten en zo. Mm-hmm. Nu, dat is in Amerika is dat heel gangbaar. Ah, ja. Bij ons is dat
Allee, wij zetten gewoon... Als ik die foto's zie, ik moet direct denken aan het moment dat wij in Amerika woonden. Dat was daar altijd. Ja. Dus bij ons zetten gewoon eigenlijk een fruitbakje zo op een beetje een helling. En dat is wel veel praktischer. En de volgende bak artisjokken staat eronder. Voilà, dat is gemakkelijk. Voilà, op die manier. En als je denkt van, oh, die zullen wel verser zijn, heft dat gewoon op en pak dat eronder. In Amerika moet het in sommige winkels tot 3 keer per dag moet zo'n toren heropgebouwd worden. Uw droomjob, Els. I know! Verrijzen. En je moet dus altijd de nieuwe van onder steken, want ja, het oudste fruit moet eerst buiten, dus dat moet van boven zitten. En dan denk ik, waarom? Dat is toch niet praktisch? Maar ja, langs de andere kant, je bent natuurlijk meer geneigd om effectief de appels die al het langste in de winkel aanwezig zijn te pakken, want die liggen van boven. Hè? Allee, je moet al een redelijk douchebag zijn om daar van onder te beginnen dingen uit te vrussen. Je moet weten dat de nieuwste daar ligt. Dus eigenlijk is het groente-jenga gespeeld. Ja, wel, en nu is er een onderzoek gebeurd om te zien of dat kan. Aha. Ja, dus ze hebben met computersimulaties hebben ze gekeken hoeveel procent van zo'n stapel random dingen kunnen er weggehaald worden voordat hem in elkaar zakt. Mogen we gokken? Ja. Dus van de volledige stapel. Ik denk dat je juist over een kwart geraakt voordat hem instapt. Dus 27%. Je moet een random pakken, want je kunt alles wegpakken als je maar van boven begint. Nee, random uit een hele stapel. Maar als je een onderste hoekblokje wegpakt, dan glijdt er toch een hele ribben naar beneden. Ik weet het niet. Ja. Met bananen niet, hè. Ja. Met wortels ook niet. Nee. En met bakjes gesneden fruit ook. Enlighten us, Els. 10%. 10%. Ja. Dus ik neem inderdaad aan randomizing. Dus inderdaad, er zijn altijd zwakkere punten dan andere. Ja. Maar random genomen, als je niet meer dan 10% weghaalt. Dus als je een stapel hebt van 100 appelen en je zet een 11e... Ja, spijtig. Je moet er van boven pakken, hem. Ja. De correcte naam voor een stapel van 100 appelen waarmee je dat speelt, is trouwens de Jonagold Jenga. Patent pending. Maar moet je dan een pakken in de van boven terug bijleggen? Ah, nee, dat weet ik niet. Dat is frowned upon in de supermarkt. Eens dat je het aanraakt, moet het kopen. Ja. Of er zijn 3 Chileense universiteiten die dat hebben onderzocht. Waarom? 3? Ja. 1, 3? Ja, en ze hebben een reden waarom. Ze willen aan de hand daarvan gaan bekijken hoe dat lawines tot stand komen. Oh. Wat dat ik toch wel een beetje een far reach vind, want ze zeggen al zelf, maar we moeten het wel nog aanpassen op de diverse groottes van de onderdelen, op de stacking die veel meer random is. Allee, dus en op eigenlijk het feit dat sneeuw geen fruit is. Dus eigenlijk that can be changed. Alle onderdelen van het gegeven moeten nog aangepast worden eer dat het echt over lawines gaat, maar toch. Er moest een funding hebben, ik snap. Ja. Ja. Voilà. Zo klinkt het inderdaad. Ja, dat is kei toepasbaar. Ja. Marianne heeft ook al een keer een funding dossier geschreven. Dan schrijven wij ook appeltjes op elkaar. Ja, voilà. Ik wil in de medische sector zoveel toepassen. Ja, voilà. Maar echt, hè. Hoeveel aanvragen dat ik vroeger heb goedgekeurd van zit er maar een medisch voorbeeld bij ook. Kom. Het zal lopen tegen kanker. Dat is niet waar, hè. Dat is een fictioneel. Oké, dan is het nu onherroepelijk tijd voor Silicon Valley nieuws. Wat hebben we allemaal staan? Microsoft is eventjes groter geweest dan Apple. Groter in waarde. Ja, tuurlijk, centjes. Hè? Dus algemene beurswaarde. De essentie van het bestaan, Jeroen. Beurswaarde en aandelen. Dus algemene centjeswaarde heeft Microsoft vorige week, eventjes, denk dat maar een paar uur geduurd heeft, hebben ze Apple ingehaald. Dat gaat ze over lichte schommelingen, maar ja, dat gaat dan over miljarden bij die ding. Is het niet 3 biljoen al of zo Apple Microsoft waard is? De beurs is het begin dit jaar goed aan het doen, heb ik van financiële analisten gehoord. Ja. Dus iedereen zit een beetje op de uptick en Microsoft zat harder op de stijgende lijn dan OpenAI. Vooral door die OpenAI. Ja. Eigenlijk sinds de samenwerking met OpenAI en het feit dat ze het echt aan het integreren zijn, dat ze die taalmodellen integreren in hun producten, dat je in Bing met DALL-E 3 kunt spelen, helemaal gratis. Overal waar ik mijn lezingen geef, is er ook al wel een Microsoft-mannetje langsgekomen om Copilot voor business
businesses aan te raden. Dat is zijn ze heel hard aan het pushen. Er is niet speciaal iets gebeurd zodat er nieuws. Het is de algemene tendens. En het feit dat Apple nu terug de bovenhand genomen heeft, wordt gewijd aan de Apple Vision Pro, de VR-AR-bril die nu kan gepreorderd worden. Die trouwens op het FTI-festival ook gedemoed gaat worden. Ja. Ja. Die wil ik wel eens op FTI-festival, wacht door de datum. Moet ik kijken. Ergens in maart. 23, 24 maart is het slotfestival. We gaan daar zelf ook staan met een Nerdland-stand, maar dat zal ik straks allemaal wel vertellen. Maar het is niet omwille van het feit dat Apple in is met zijn Apple Watch op de vingers getikt is en die niet meer mocht verkopen of zo, dat ze een klap. Die hebben een rechtszaak gehad, zeker? Hè? Ja, die hebben een rechtszaak gehad van wacht even opzoeken, van Massimo. Die hebben eigenlijk een patent geschonden. Ah ja. En we kunnen de oximeter, zoals het heet. Zuurstofgehalte in je zuurstof. Die hadden ze gepikt. Ah ja. En dan hebben ze gezegd, je mocht je niet meer verkopen. Dus nu die beide bedrijven zijn het gewoon heel goed aan het doen. Ja. En toevallig is Microsoft een dag er bovenuit gekomen. Ja, goed. Maar als je kijkt naar de historische koers, denk dat ene keer eerder gebeurd is, een jaar of drie geleden, dat Microsoft heel kort Apple ingehaald heeft. Maar nu is het echt wel heel duidelijk door die een blijkbaar toch hele goede move om OpenAI zo dicht bij zich te betrekken, dat ze nu... het lijkt op lange termijn dat Microsoft Apple zou kunnen inhalen. En te integreren met hun cloud-producten. Hè? Microsoft verkoopt al een decennium de cloud aan bedrijven. Ja, voilà. En nu zeggen ze tegen die bedrijven, als je al je bedrijfsgegevens al in de cloud hebt zitten, dan kunnen wij er AI op trainen om jouw bedrijfsprocessen te helpen. Natuurlijk. Het is heel interessant. Ze combineren een large language model, je weet wel, een taalmodel, soms heel onvoorspelbaar. Soms komen er dingen uit die totale wartaal zijn of onzinnig zijn. Ze proberen dat nu te koppelen aan een kennisgrafen. Dus een soort van systeem om in een soort van wiskundige regels vast te leggen wat dan mag en niet. En zo kunnen ze eigenlijk de onvoorspelbaarheid van een large language model toetsen aan de rigide regels van een kennis van een grafen. En daar proberen ze eigenlijk hun business case mee verkocht te krijgen. Maar dat is ook die evolutie. Dus inderdaad, we hebben het al heel vaak gezegd, GPT-3 dan is een taalmodel en geen zoekmachine, omdat die heel vaak onwaarheden spuit. We zijn nu een jaar verder en er wordt zo hard gewerkt aan oplossingen daarvoor en de resultaten zijn ook al zichtbaar. Het is nog altijd niet 100% betrouwbaar, maar GPT-4 bijvoorbeeld, ik denk nu dat er nieuwe systemen zijn die ook echt online gaan opzoeken. Dus als je vraagt, wat is de geboortedatum van die persoon? In plaats van dat die gewoon taal produceert, gaat die echt gericht opzoeken wat die geboortedatum is en het u dan vertellen. Wat het is moeilijker om die systemen te laten hallucineren, zoals ze zeggen. Dat heb ik zo ook al gemerkt. Zeker voor bedrijven hebben nu die enterprise-versie van GPT en dat zijn eigenlijk een model dat is gefine-tuned om de data van uw bedrijf. Dan kan je niet gewoon vragen, wat weten we over dit onderwerp, maar wat is er in ons bedrijf al gedaan hier rond? Ja. Kun je dan ook zo interne roddels opvragen? Wat weet je over Nansen? Als dat zo getraind is, kunnen we. Maar dat is interessanter, want dat is bijvoorbeeld niet getraind op alle fora van het internet waar het over katjes pijn doen gaat. Ja. Waar de officiële GPT is getraind op alle tekst op het internet. Ja, ja. En daar zitten ook slechte dingen in. Voilà, eigenlijk GPT-systemen die heel erg toegespitst worden op wat je er specifiek mee wil doen in plaats van algemeen te zijn. Daarbij komt dat ChatGPT nu een soort app store heeft. Zij noemen het zelf een GPT-store. Je kunt binnen ChatGPT, als je een betalend account hebt, dan kun je heel veel pre-gestuurde GPT's activeren. Dus mensen die zelf hun GPT-systeem wat bijgestuurd hebben met voorbeeldteksten of met instructies van je moet klinken als deze persoon. Een goed voorbeeld is Thomas Winters die de Marcel-bot gemaakt heeft. Als je bijvoorbeeld ChatGPT op voorhand traint met je bent Marcel, je houdt Willis van taartjes, het Willis en Mariette. Hier zijn voorbeeldteksten van wat je al gezegd hebt in de aflevering. Als je zo'n voorgetrainde GPT wilt aanbieden, kan dat nu in die store. Er is onlangs iemand, een Amerikaanse presidentskandidaat, een onbekende man, Dean Phillips. Whatever. Iemand die in de plaats van Joe Biden wil runnen. Ah, voilà, dus okay. Iemand die de democratie... Die had in de ChatGPT-store een voorgetrainde GPT-versie aangeboden waar dat je met hem kon babbelen. Dat is er offline gehaald, omwille van de redenen, maar... Die wordt dan getraind op heel zijn programma en op interviews dat hij al gegeven heeft, enzovoort. Ik heb er zelf van mee gespeeld, ik heb er een paar geüpload. Het is op dit moment nog niet zeer indrukwekkend, maar... Het is wel duidelijk waar ze naartoe willen. Krijg je geld voor die upload? Op dit moment nog niet. Nee. Het is wel de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat het echt een store wordt. Nu zijn het vooral gimmicks die mensen geprogrammeerd hebben. Werkt ook met afbeeldingen. Dus er zijn er ook die getraind zijn op bepaalde afbeeldingenstijlen. En ik heb bijvoorbeeld eentje getest die gemaakt is om diagrammen en flowcharts te maken. Dus als je zegt, geef mij de geschiedenis van België als een flowchart, dan probeert hij dat zo wat te tonen of dat soort dingen. Dat is interessant dat je dat zegt, Hetty, want dat is een van de grootste bezorgdheden. Dat als er betaald wordt voor dat soort toepassingen, dat mensen dan de meest risqué of grenzen gaan opzoeken. Wat verkoopt er goed in appstores en dit en dat? Dat zijn dingen dat de grenzen opzoeken, die extremen opzoeken. En dat is misschien wat je net niet wil met je
professionele GPT-store. Er was ook een GPT die daar aangeboden werd en die heette Make It Sound Human. En daarop kon je AI-gegenereerde teksten laten herschrijven dat ze menselijker klonken. Ja. Dus dat ze minder detecteerbaar waren. Improve my writing. Dus dan kon je echt zeggen, ik wil ofwel zakelijker klinken of ik wil toegankelijker klinken. Dat kun je ook al aan ChatGPT zelf vragen. Hè? Inderdaad, maar dat zit dan volledig ingebouwd dat je je prompt niet meer moet geven. En dan was er ook eentje en dat was Explainer. En dan konden eigenlijk wetenschappelijke vragen stellen en dan konden ook ingeven voor welke leeftijdscategorie. Ah, ja. Explain me like I'm 5, voilà. De bot. Ja. Zoals 10 jaar oud, zoals 14 jaar oud. Cool. En dan merkte wel van, oké, inderdaad, eigenlijk met de juiste prompt kunnen dat zelf uit GPT halen, maar het feit dat ze dat zo pre-verpakt aanbieden, het zou kunnen dat dat een dingetje wordt, ja. Zodat je echt een bepaalde GPT kunt activeren. Ik wil nu met dit praten soort met historische figuren is ook zo'n demo die ik vaak zie. Van iemand, een bot die volledig is voorgetraind op zich te gedragen als Julius Caesar. Ja. In hetzelfde genre, er is Sam Altman van OpenAI, de CEO daar. Eventjes niet meer, maar nu weer wel. De stoelendans. Sam Altman was te gast in de podcast van Bill Gates, die natuurlijk via Microsoft eigenlijk zeer, zeer gelieerd zijn. En heeft daar gepraat over de toekomst van GPT-systemen. Heeft een beetje gehint, Marianne, op GPT-5 ook, wat dat allemaal zou kunnen. Ja, er zijn geruchten dat GPT-5 zo ergens rond de zomer zou uitkomen. Ja. En hij heeft er zo een beetje laten vallen wat er waarschijnlijk wel te verwachten is. Eerst en vooral multimodaliteit. Dus dat je niet alleen maar met spraak werkt en ook beelden nu in GPT-4 al, maar ook video, audio, misschien zelfs 3D-content. Dus dat je eigenlijk heel veel soorten inputs en outputs tegelijk kunt hebben, waardoor hij veel meer bewust is van wat er eigenlijk de context is van wat hij aan het doen is. Typische use case, bekijk deze video bewust en vertel mij wat daarin gebeurt. Dat maar hoogstwaarschijnlijk, ik weet niet of dat al voor GPT-5 is, maar hoogstwaarschijnlijk ook een app die de camera van je telefoon activeert, waar dat je zegt van, ik zit nu in die situatie, wat kan ik hiermee doen? Of vat deze aflevering van Thuis samen in de 3 regels. Ik zou dat handig vinden. Ah, ja. Daar heb je echt geen GPT voor nodig. Seks, moord... die helsmoord. Voilà. Nee, maar iets professioneler. Je zet je gsm hier en die neemt heel de meeting op. En op het einde zeg je, make the meeting notes. Klaar. Ja, samenvatting. Maar wat als wij dan herleid worden tot 5 flauwe woordmoppen, koop tickets voor het Nerdland Festival. Ja, kan. Ja. Kijk goed. Maar wat ik ook denk, als je daar nu mee interageert, dat ding kan je emotie niet echt vatten, want je typt of zo, maar als die je kan filmen terwijl je een vraag stelt, dan gaat die zien, vraagt Marianne dat boos of verdrietig of angstig, of misschien dat er wel heel andere manieren van interactie mogelijk worden. Is Marianne aan het huilen? Dan word ik er een beetje tammer van. Ik moet nu net denken aan handleidingen. Handleidingen voor toestellen die altijd enorm uitgebreid zijn, waar je heel lang moet zoeken naar wat je nodig hebt. Als die in een GPT-systeem zitten, zouden kunnen een foto trekken van wat er mist is. Van, kijk, ik krijg deze foutmelding op mijn thermostaat en gaat die gewoon antwoorden wat je moet doen. Dan kan die handleiding ook de situatie ontmijnen als het echt al het IKEA-syndroom. Misschien kan die vrouwentranen produceren. Heel langzaam druppelen ze uit je gsm tot je rustig wordt. Wat denk ik ook wel zeer game-changing zou zijn, is dat Sam Altman zegt dat het veel customiseerbaar en personaliseerbaar wordt. Dat ze willen eigenlijk, ik weet niet of wij dat willen, maar oké, dat het GPT-systeem toegang krijgt tot al je data, je kalender, al je e-mails, eender wat hij van jou vast kan krijgen, waardoor dat systeem weet wie jij bent, hoe jij mailt, waar je naartoe gaat enzovoort, met wie je afspreekt. Ja. En daardoor veel gepersonaliseerdere service kan bieden. Maar wel alles van u weet. Daar heeft Google een streep voor. Hè? Google heeft van heel veel mensen die de volledige Google Workspace suite gebruiken. Google Calendar, Gmail. Hele searchgeschiedenis. Als Google daar zijn AI Gemini op loslaat, hebben ze een streep voor. Want die data zit van mij niet bij OpenAI. Ik heb het hele gesprek beluisterd. Vond het heel boeiend. Het heeft mij wel een zekere wilskracht gekost. De reden is dat Sam Altman vreselijke vocal fry heeft. Ja, absoluut. Vocal fry is like when you make your voice crack like this. En dat is vooral in het Britney Spears tijdperk is dat enorm op gefocust. Dat veel jonge Amerikaanse vrouwen en Kardashians... En daar is enorm veel over te doen online, omdat blijkbaar is het een enorm generatieding.
Iedereen van mijn leeftijd of ouder ergert zich daar blauw aan. Bij mij is dat ook. Ik heb daar een fysieke ergernis aan. Dat is ongelooflijk. En bij jongere generaties vinden ze net dat dat zelfzeker klinkt. Really? Ja, echt waar. Dat dat zelfzeker klinkt. Er komt wel heel zelfzeker pedant bijna over. Wel, maar het irriteert mij. Ja, mij ook wel. En ik vind dus... te diepe stem heeft voor zijn uiterlijk. Ja, heeft het lijkt alsof hij het probeert te forceren. Nee, maar ja... Maar er is aan Vocal Fry... Ik heb net een hele lange video gezien over Vocal Fry. Het interessantste daaraan was dat hij voorbeelden van Vocal Fry vindt uit de jaren 50, 60 en 70. Maar. In BBC-documentaires. Jij bedoelt dat dat iets bewust is wat mensen... Maar dat is heel de discussie. Dat is heel de discussie. Voor mij komt dat over, en blijkbaar voor een hele generatie komt dat over als... Jij probeert heel... you want to act like you don't care. Van, yeah, I'm like completely chill, man. Laid back, afstand. Ja, en bij mij komt dat zo over en irriteert dat heel hard. Maar blijkbaar is dat helemaal niet wat dat die willen signalen. Die doen dat ook niet bewust, want die kopiëren dat van andere mensen. En dus het is een soort communicatieverschil tussen generaties. Ik vind dat ook iets helemaal anders bij vrouwen dan bij mannen. Wel, maar dat is ook een ding. Er wordt een seksisme-stempel opgezet. Dus er wordt gezegd, mannen tolereren het niet van vrouwen dat ze zo zelfzeker klinken. Maar Sam Altman is iemand die ik beschouw als een autoriteit. Mm-hmm. Ik aanvaard zijn autoriteit. En dat is een man. En zijn Vocal Fry vind ik rot irritant. Dus... Ik weet niet of al die verklaringen wel kloppen. Zo. Het is, als er nu mensen zijn die het nog niet wisten wat dat Vocal Fry was, die het nu wel weten, sorry, we hebben misschien heel veel Engelstalige podcast voor u verpest. There's like also like a great sketch show. Er is een sketch show van een kerel die een koffie gaat bestellen bij zo'n tienermeisje met Vocal Fry en die begint ook te antwoorden in Vocal Fry en die compleet uit te schelden. Heel populaire sketch bij mensen zoals ik, die zich ergeren aan Vocal Fry. Maar van waar komt dat woord? Fry? Omdat, zoals als je nee aan het bakken bent. Zo. Zo echt. De stem trilde een beetje alsof het gebakken wordt. Ja, voor de mensen die dat zo Brooklyn Nine-Nine kennen, zo'n personage Gina Linetti, die spreekt constant met de Vocal Fry. Maar, en ik ga de videolink zeker uploaden, maar dat is een linguist, een Britse linguist, die praat over Vocal Fry. Vrouwen doen dat meer dan mannen. Echt? Maar wat blijkt, bijvoorbeeld Shere Khan in de oorspronkelijke tekenfilm van Disney spreekt met Vocal Fry. Echt? Because, well, when you're a mad tiger, it kind of sounds threatening. Dus dat is een heel andere... Dat geeft een compleet andere... Dat is niet de Britney Spears vibe, denk ik. En James Bond spreekt ook met Vocal Fry. Echt waar. Dat is wel, ja. En dus, die video toonde echt van... Ja, maar ja, het gaat veel verder terug dan gedacht. En ik ben mij ook aan het afvragen van waar komt mijn enorme irritatie? Want Sam Altman spreekt met zijn Vocal Fry in de podcast en ik word zot. En mijn eerste gedachte was, kunnen we AI bouwen die dat kan wegfilteren? Die gewoon... Dat is moeilijk. Ja, voilà. Die dat gewoon wegfiltert. En daar kwam nog iets bij. Niet alleen spreekt Sam Altman met Vocal Fry, Bill Gates klinkt als Kermit de Kikker. Ja, dat is zo. Ik had er nog niet op gelet, maar dat is echt zo. Dat is echt een Muppet. Well, Sam, what's amazing that you're here. Have you talked to me about GPT-5? En dat is altijd zo geweest. Ik moet wel zeggen, nu, dat je daar juist zei, de podcast van Bill Gates, toen dacht ik, als er nu iets is wat ik niet wil horen, is wel de podcast van Bill... Is Bill Gates talking? Oh, well, these GPT-systems spreekt are amazing. Ook, spreekt ook heel hard zoals die Jordan Peterson, die... Dat is een Muppet. Dat is Kermit. Kijk, wat kan je verwachten van het gesprek tussen Sam Altman met Bill Gates? Je hoort Vocal Fry praten met Kermit de Kikker en het is razend interessant. Ja. Dat is eigenlijk... Ik vond het echt wel interessant. Ja. Maar inhoudelijk, maar ja. Dat zijn geen twee prutsen. Nee, dat zijn twee mensen. We begonnen een gegeven moment over wat is de volgende stap. En dat is natuurlijk die GPT hangen aan robotics. OpenAI heeft redelijk hard geïnvesteerd in NIO. Die firma die NIO robots bouwt. En zij zeggen eigenlijk, we gaan tot nu toe, heeft AI de white-collar jobs afgepakt. Creativiteit, schrijven. Ja. Alle witte borden jobs. Het volgende, het gaat de blue-collar jobs worden nu. Maar robotica, alle bandwerk en technieken jobs enzovoort. Cobots, niet robots, is wat ik onlangs gehoord. Grote evolutie, dat gaat nog veel meer impact hebben dan wat we nu zien. Hè. Ze worden ook filosofisch over human purpose. Van waarom, inderdaad. Waar haal ik voldoening uit? Bill Gates geeft daar, ik vind redelijk veel psychologisch insight. Hij zegt van ik haal natuurlijk immense... Doe het stemmetje. Because I get a lot of my purpose from my fighting against malaria.
En dat is ook zo. Hè. Dus, ja, en maar hij zegt dan echt, ja. Hè, maar als nu die een AI dat veel beter kan bevechten dan ikzelf, wat moet ik dan nog doen? Dus hij stelt zichzelf de vraag, als de AI zegt, ga jij maar tennissen, I got this covered, is dat eigenlijk heel goed nieuws, maar ik voel er mij niet goed bij. En is het tegen een robot die dat tegen hem aan tennissen is dan? Ja, ook al. En Sam Altman zegt dan ook van, en dan wordt het een beetje meta, Sam Altman zegt van ja, mijn grootste purpose is AGI bouwen. Maar als dat gedaan is, ben ik ook klaar. Ja, Sam Altman dus zegt letterlijk, this might be the last hard thing I ever have to do in my life. Ja, hè, want voilà. Als ik dat heb gedaan, dan moet ik niks meer doen, dan is de robots gaan het wel doen. En ze zeggen ook, ja, maar dat gaat misschien goed zijn, dat we hebben nu te weinig leerkrachten en zo, dan is dat allemaal opgelost. En dan zegt een van die gasten, ja, maar to give education in what? What do we still have to learn? Ja, wat je interesseert. Absurd, hè? Je kunt geschiedenis leren, wat je geweldig boeit of zo. Maar ik vind die vragen... wat een... Jezus, Elf. Wat een stevige lach. Geschiedenis is ook een wetenschap en we hebben daar luisteraars van. Heb jij nooit naar Dan Carlin? Nee, ik ga er niet over beginnen, anders ben ik weer... Ik heb dat een keer geprobeerd. Is het echt? Niet voor mij. Is het echt? Oké. Maar dus inderdaad, ze stellen ook die vraag die zeer voorbarig is, hè, want we zijn er nog niet. Hè, van wat gaan we doen als... Sam Altman is ook getrouwd. Is het echt? Hij is getrouwd met een man. Ik wist niet dat die man... Is dat? Ja, ik wist niet dat die man... De voorbije maand getrouwd. Ja, voilà. Ik smijt het er maar even tussen. Voilà. Geen wetenschapsnieuws. In California dan, waarschijnlijk. Uiteraard, in California. Onder de palmbomen. Zou zijn event ook met vocal fry spreken? Geen idee, ga ik niet opzoeken. Do. Maar hebben we dat in het Vlaams ook? Nee, toch? Yeah, I do. Vocal fry. Denk het niet, ik heb het nog niet gehoord. Waarschijnlijk ga jij dat nu ontwikkelen. Nee. Breng Ace het niet op gedachten. Vocal fry is voor mij gewoon een zatte Stephen Fry. Zo'n iets te luidruchtige Stephen Fry. Ja. In Groot-Brittannië noemen ze het creaky voice, blijkbaar. Creaky. Ja, en vocal fry zou Amerikaans zijn. Oké. Er was ook een post van Elon Musk over zijn Optimus-robot. En hij postte een filmpje van de Optimus-robot die een t-shirt aan het opvouwen was. Maar... En dat zag er ongelooflijk indrukwekkend uit, omdat dat is een, mensen onderschatten dat, maar een t-shirt opvouwen voor een robot... Moeilijk. En voor mensen ook. Maar de Turing-test is een hoeslaken. Ik vouw geen t-shirt. Dan ken ik heel veel mensen dat geen mensen zijn. Nee, die geen Turing-test doorstaan. Maar dus, die vouwden een t-shirt op en dat zag er echt indrukwekkend uit, omdat Pieter Abeel... Toch wel heel traag, hè? Nee? Maar Pieter Abeel heeft de allereerste handdoek opvouwende robot gebouwd. Pieter Abeel, de Belgische ingenieur die in MIT werd, en die heeft daar een handdoek opvouwende robot gebouwd die er 40 minuten over deed, denk ik. Dat is echt een hard problem. En textiel. Die Optimus robot die beweegt heel organisch in dat filmpje. En wat bleek achteraf? Dat is gefaked. Niet gefaked, maar remote gestuurd. Man, nee, alleen maar waarom? Ja, dus ze hebben een mens... Er stond iemand met zo'n suit en die deed gewoon mee. Ja, maar nee, zo. De reden waarom is vrij simpel. Om die robot dat te leren. Ah, ja. Als jij een robot remote stuurt met een VR-bril en met een pak en je laat die opnieuw en opnieuw menselijke taken uitvoeren, dan zet jij fantastische data aan het leveren voor een AI-systeem dat moet overnemen. Tuurlijk. Dus dat is een trainingsfase. Alleen, je had dat er niet bij gezegd als hij dat gepost had. Ja. En ik dacht echt van, dit is de grootste stap in robotica die ik gezien heb sinds die Boston Dynamic robots. Ja. En dan bleek achteraf, nee. Er is een robot aan de UGent die ook kan t-shirt opvouwen. Is maar nu ben ik het kwijt van welk lab. Maar we gaan het opzoeken en we gaan het ook in de show notes zetten. Zijn naam is Rudy en hij vraagt 3 euro per uur. In Gent, Adulab of zo. Het is een lab in Gent. Ook een op, maar gewoon één t-shirt. Staat er niet in Zwijnaarden, in het technologiepark? Ik vermoed in het technologiepark, maar ik denk dat ik dat allemaal gezien heb. Kan ook een IT-student geweest zijn. Over Musk en fake video's trouwens, daar hebben ons nog veel mensen gemaild dat ook het filmpje waarin de Cybertruck het wint van de Porsche of van de Jaguar, dat er toch wel wat kanttekeningen bij te maken zijn. Het is niet 100% fake, maar het gaat over een afstand waarin het een drag race gereden wordt. Ik link in de show notes, maar er waren veel meer. Komt er eigenlijk op neer van dat ze niet ver genoeg rijden. Als ze iets verder zouden rijden, zou de Porsche hem ingehaald hebben. Musk had gezegd, op een quarter mile is hij gewonnen, maar eigenlijk was het maar op een achtste mijl. Ja. Los daarvan blijft het indrukwekkend dat een elektrische auto dat kan. Dank u. Alright, wat hebben we nog staan? Mark Zuckerberg wil AGI bouwen, maar iedereen wil AGI bouwen. Ja. Maar wil ik dat ook? Ja. Voilà. Maar dus... Pakt anders een nummerken en schuift van achteraan. Hè. Misschien even nog over de terminologie. AGI, Artificial General Intelligence, bedoelen ze een AI-systeem dat heel vele dingen kan en dan een soort algemeen wereldbeeld heeft. AlphaGo, de computer die Go kan spelen, is geniaal, maar kan alleen Go spelen. Je kunt die niks anders vragen.
Sommige mensen beweren dat GPT een soort AGI is, omdat je die een enorme range van vragen kunt stellen. Andere mensen zeggen het is een narrow AI, want het kan alleen maar taal produceren. Ik ben een van die mensen. Ik noem GPT een party trick die we hebben opgeschaald in een datacenter. Ja, ik begin het is, het is heel reductief en ik weet het, maar ik zie het nog altijd. Ik begin ervan af te stappen. Een schaalvergroting is dat uw mensenbrein nog nooit gezien heeft, maar het is en blijft een schaalvergroting in één dimensie. Maar de moment dat die gebruikt wordt om dingen aan te sturen, wat nu begint te lukken, dan zitten we wel met iets dat algemene taken uitvoert natuurlijk, hè? Nee, want je maakt die omweg via taal. Oké, los. Mark Zuckerberg wil AGI, dus het algemene beeld van general intelligence. Het enige dat we er momenteel van weten is dat Mark Zuckerberg zijn portefeuille heeft opengedaan en meer dan, hoeveel was het, Marian? 300.000 NVIDIA H100, de NVIDIA server, ja, GPU's. Dus de grafische... 300.000. Dat is gewoon allemaal. In het heel kort. Ja, ze merkten dat wel in de verkopen, in de problemen. Lab, dan gaan we naar een game computer. Ja, dus heel kort, grafische kaarten zijn heel goed in bewerkingen doen met grafische structuren, maar toevallig ook heel goed in heel veel nummertjes raden op hele korte tijd. In wat heb je nodig om AI te trainen? Toevallig ook dat. Dus die dingen die Fortnite en Minecraft renderen voor je kinderen zijn ook zeer goed in het raden van getalletjes voor AI. En dat is wat Mark Zuckerberg nu in grote getallen heeft opgekocht, maar meer dan dat weten we ook niet. Maar de man heeft wel de money om alleszins de hardware er tegenover te zetten. Er wordt hier en daar wat lacherig gedaan over het metaverse is plots niet belangrijk meer. Dat is dan zo aan het negeren. Daar heeft hij ook een verklaring over gegeven een paar maanden geleden. De metaverse was altijd verbonden met AI. God, zever. Ze gaan AI integreren in hun operating system voor de metaverse. Dus kijk, alle buzzwords zitten te samen. Holistische aanpak. Absoluut. Ja. Holistische aanpak. Maar waar mensen zich ook zorgen over maken, is Zuckerberg zegt, ik wil dingen open source maken. Een keer dat ik mijn AGI gebouwd heb, wil ik hem delen met de wereld, want anders moet iedereen opnieuw enorme hoeveelheden energie verbruiken om dat ook te bouwen. Ik ga het delen met de wereld. En natuurlijk zijn er veel specialisten die zeggen, is dat wel een goed plan? Want op de wereld lopen veel stoute mensen rond. Dat is de invloed van chief AI scientist bij Meta, Jan LeCun, of hoe dat ik het ook uitspreek. Je schrijft het LeCun. Dat is een van de pioniers ook. Hè? Een van de weinige mensen die ook zegt over de AI-doembeelden, het zal allemaal wel meevallen. Ik zit in de research en als we dit open source maken en voor iedereen beschikbaar, dan gaan die gevaren zich uitnivelleren. Het gevaar zou net zijn om het privé te houden en mensen ongelooflijke macht toe te kennen die niet kan gematcht worden met dingen in de publieke sfeer. Ja, hij zegt net van, doordat we het open source maken, zijn er veel meer mensen aan het zoeken naar de goals en de gevaren en kunnen die al opgelost worden nog voor het nog verder staat. Sociale controle eigenlijk. Dat snap ik, maar als je dan de vergelijking voor zover het opgaat, zegt van, kijk, we hebben je bouwplannen van een auto, laat ons dat open source maken zodat iedereen tot de veiligste auto komt. Maar dat wil niet zeggen dat er ondertussen andere auto's gebouwd worden die dat totaal niet veilig zijn. Gaat dat niet sowieso gebeuren? Maar dat is vandaag al. Meta heeft al een large language model, dat heet Llama. Dat is volledig open source. Daarnaast bestaat GPT-4 enzovoort. En dat is closed source. Die staan naast elkaar. Maar doordat dat open source model ontwikkelt, weet iedereen wel veel beter wat er in het ander zit, waar daar de mogelijke zwakheden van zijn. Ja, okay. Terwijl GPT-4 en GPT-5, het is een absoluut raadsel op wat dat die dingen getraind zijn, hoeveel tijd dat gekost heeft, hoeveel menselijke interventies daar geweest zijn. Ja. Dat is een van de grote problemen met GPT. Sinds GPT-2-3 weten we steeds minder en minder over hoe dat die getraind zijn. Voor hetzelfde geld worden die opgeschaald door keiveel klikwerkers te betalen om dat beter te maken. Ja. We don't know. Dat is ook de reden waarom dat Musk ruzie gekregen heeft met Altman en uit OpenAI gestapt is. Omdat, de naam zegt het zelf, OpenAI was opgericht om altijd open en open source te zijn. En Meta doet dat wel nog altijd. Het is een dissidentenstem in dit geval, Meta. En dat vind ik wel heel interessant. Oké. Voilà, dat was het Silicon Valley nieuws voor deze maand. We hebben nog een paar dingetjes staan. De volgende sluit een beetje aan op de discussie die we net gevoerd hebben. In Amerika is er een bedrijf, Presto Automation. En wat bieden die aan? AI-automatisering van drive-thrus. Dus drive-thru fastfood restaurant, drive-thru winkels enzovoort. Daar zit een mens aan de microfoon die dan uw bestelling opneemt en opschrijft. En ze dachten van met de huidige AI-golf is dat toch echt wel te automatiseren. Speech-to-text door een GPT-systeem en die maakt een mooi lijstje van de bestelling, stuurt dan aan een robot die alles klaarzet enzovoort. Je hebt een beperkt aantal geldige antwoorden. Het zijn ofwel zoveel chicken nuggets, ofwel die hamburger, of weet ik veel wat. Het zal in orde komen. Ja. Inderdaad. En die zijn dat beginnen uitrollen en die hebben redelijk veel klanten in Amerika. En natuurlijk wordt dat ook een soort dingetje van, we gaan een keer gaan kijken naar de AI die ons bestelling opneemt. Die stonden in de krant deze week. Wat blijkt?
90% van de bestellingen werd opgenomen door mensen in de Filipijnen die meeluisterden. Nee. Er zaten gewoon slecht betaalde, lage loonwerknemers mee te luisteren en te klikken op de computer. Nu, in their defense, er draaide een poging tot AI-systeem. En toen ze merkten dat dat helemaal niet kon wat ze gehoopt hadden, zijn die dus echt van die clickfarms beginnen huren. En dan zitten de mensen er gewoon... Ik heb de quote gelezen als de cloud... If the cloud is just someone else's computer, AI might just be someone else's labor. Ja, dat is in het geval verletterlijk. Ja, inderdaad. Nu, ik denk wel dat dat... er bijna is. Tuurlijk, ze hebben dat nu nog zitten daarachter, maar als je... Dat zei de lernout aan ons. Over een paar maanden is dat wel in orde. Maar misschien was hetzelfde gelijk dat je zei met die robot van Musk, van dat die op het moment ook aan het trainen zijn. Dus inderdaad, de reden dat ze het nu doen, alles wijst erop dat dit een taak is die volgend jaar, over 2 jaar, heel gemakkelijk automatiseerbaar is met AI. De reden dat ze het nu doen, kan veel achter zitten. Snelheid van uitvoering, claiming the market, is... blijkt sinds OpenAI, die dat met ChatGPT eigenlijk tot nu toe meesterlijk gedaan hebben. Claiming the market, de eerste die er is, is enorm belangrijk nu bij die toepassing. En waarschijnlijk wilden zij gewoon uitrollen voor de rest. Het kon, ook al was het gefaked, om het dan langzaamaan over te zetten. Het kan momenteel misschien ook gewoon met de prijzen van hardware en de prijzen van dingen nog goedkoper zijn om het door mensen in de Filipijnen te laten doen. Om heel cynisch te zien. Het is triestig, maar... Oké. Goed, volgende nieuwsje. Jeroen, af en toe wordt er eens een dier, zoals een pijlstormvogel, getrackt met een zendertje. Wat gebeurt er dan allemaal? In september 2009 raasde er een tyfoon over het eiland van Japan, zuidoosten van het eiland. En de tyfoon was eentje met buitencategorie, met bijna 200 km per uur. Wat was nu toevallig ook in het pad van die tyfoon? De zeevogelbioloog Koseo Shiomi, die had in augustus van dat jaar verschillende trackers gehangen aan pijlstormvogels. Een vogelsoort die zeer talrijk is in Japan, maar waarvan dat ze de patronen wilden observeren. Nu, een van die 14 vogels aan wie dat hij een trekker gehangen had, die is in die tyfoon terechtgekomen. En heel grappig, die wetenschappers hebben kunnen zien op de radarbeelden, dus op de GPS-trekkerbeelden van die vogel, hoe dat die vogel eigenlijk 14 keer een cirkeltje maakt in die tyfoon. Normaal maakt... Ja, dus hij heeft rondjes gemaakt, 5 grote rondjes, elk met een diameter van 50 tot 80 kilometer. En hij werd tot in totaal over een afstand van meer dan 1146 kilometer meegesleurd. Dus van zijn normale pad. Ja. Wat heel interessant is, normaal haalt zo'n pijlstormvogel een snelheid van 10 tot 60 kilometer per uur. En vliegen ze redelijk laag, dus onder de 100 meter. Ze blijven het liefst dicht bij de zee. De wetenschappers merkten dat er iets mis was met die vogel op het moment dat hij meer dan 170 kilometer per uur aan het vliegen was. En op een hoogte van 5 kilometer aan het vliegen was. Maar het leert ons wel iets over die vogels, want dat hebben ze geleerd hieruit. Normaal, die vogels voelen zich het best vlak boven de zee, omdat ze boven de zee eigenlijk het minste natuurlijke predatoren hebben. Boven het land, als ze laag vliegen, kan er van alles gebeuren. Ze zijn natuurlijke predatoren waar ze in rekening mee houden. Die vogel zou op een bepaald moment, omdat die tyfoon over het land ging, zou die ervoor gekozen hebben om in die tyfoon te blijven en zo de storm te doorstaan, omdat die anders in windstil over het land moest. Oei. Dus die vogel zou die tyfoon gebruikt hebben om een grote massa land over te steken. Dus die vogel is verzeild geraakt in die tyfoon, maar dat zou volgens deze wetenschappers bewuste keuze geweest zijn. Een vraag. Leeft de vogel nog? De vogel leeft nog. Ja, of is het niet alleen de tracker die dat gewoon niet heeft? Nee. De vogel is na de tyfoon teruggekeerd naar zijn kudde. Dus terug 1149 kilometer. Je weet nooit wat ik meegemaakt heb. Absoluut. Ja. Zijn nog een vraag. Zei jij 2009? 2019, mijn excuses. Okay. Ja, 2019, de tyfoon Faxai. Okay. Mijn excuses. Ik dacht voor anders hadden we 15 jaar nodig om dat te onderzoeken. Nee, het is onderzoek dat nu pas hebben ze de publicatie gedaan en alles. Okay. Er is veel interessants gekomen uit het monitoren van die vogels ook, dat minder, laten we zeggen, wetenschappelijk oogpunt is. Maar een van de fijne uitschieters was deze specifieke vogel, die opeens 170 per uur haalde. Maar vooral die vogel daarna, na die tyfoon, hoe dat zijn eigen dan gedraagt. Ja. Vind ik wel interessant. Ja, hij heeft wel even moeten recupereren. Hoor. Het heeft een paar maanden geduurd tegen dat hij zijn kudde had teruggevonden. Maar hij heeft dus ook...
Een pijlstormvogel lijkt op een stilo, trouwens. Ja, klopt. Die staart is zo die heeft zo'n redelijk brede staart, gelijk een buizerd. En daar steekt zo één stjoepje uit. En in IJsland zag ik die voorbij vliegen. En ik dacht, dat is een stilo. En dus die lijken op een stilo. Trouwens, een van de eerste... Die natuurlijke predatoren, die kauwen ook op het achterste van die vogel. Zodat dat klein... Dat tjoepje kan er soms afvallen. Als je een poolvos met zo wat blauw aan zijn mond zit... Een gesabbelde pijlstormvogel. Ja, voilà. Ja. Trouwens, een van de eerste beschrijvingen van wat er gebeurt in een onweerswolk, van de turbulentie in een onweerswolk, komen van een parachutist die daarin beland is. Mo. Ja, dat staat in het boek The Cloudspotter's Guide... Of de Cloudspotter's Guide is van Gavin Pretterpinny, de oprichter van de Cloud Appreciation Society. En die spreekt over een piloot die in de problemen geraakt met zijn vliegtuig en die dus met de parachute eruit moest springen, maar die daardoor in een storm terechtkomt en die zich afvraagt hoe ver is de grond nog, omdat hij terug een boog geblazen wordt. Dus dat een altimeter die... Die zegt dat hij compleet verward was toen de hagel van onder kwam. Mm. Dus de hagel werd eigenlijk langs de onderkant op zijn gat geblazen, terwijl hij dacht van, hang het niet ondersteboven. Ah nee, toch niet. Die turbulentie is zodanig groot. Ben je nog altijd nummer 1 op de ranglijst cloudspotters in België, lieve? In de wereld. Wat? Ja hoor, ik ben lang wereldwijde nummer 1 geweest, maar daar hebben mij intussen 4 mensen bijgehaald. En wat zie ik nu in de ranking? Wie u bijhaalt bij een ex-eco wordt boven u gezet. Ma. Dus ik sta nu op plaats 4 of 5, denk ik. Loser. En waar sta jij precies? Ik sta in het aan de bar met de meiden. Iedereen weet dat terwijl ik dat uitspreek. Ja, inderdaad. Ja. Te ruiken aan hun traantjes, neem ik aan. Oké, nog gigantisch nieuws. Kurt, stop de persen. Binnenkort zijn patatten geen groente meer, maar graan. Wat? Pam, pam, pam. Ja, voordat je denkt van, oh shit, ze hebben iets nieuw ontdekt. Het is eigenlijk gewoon een semantische discussie. Heerlijk, ik hou van semantische discussies. Voilà. Wat bedoel je met het woord semantisch, Kurt? Ja, dus eigenlijk, zal ik het etymologisch of recursief verklaren? Etymologisch. Ja. Okay, wacht. Wat is een groente eigenlijk? Of bedoel je... Wat is een... Nee, wacht, ga je het recursie verklaren of etymologisch? Oeh, mooi. Ik ging net vragen wat is een groente eigenlijk, maar ik zal het opnieuw doen in de stem van de rectors. Ja, maar wat is een groente eigenlijk? Ja, de strikte definitie van wat een groente is eigenlijk... Niet lekker. Zeg je dat aan je kinderen, ja? Het moederschap heeft u verwoest. Hè? Nee, is dat eigenlijk een eetbaar deel van een plant? Dat maakt een groente een groente. Maar dan is fruit ook een groente. Ja. Wacht. Haha. Ja. Het gaat over het gebruik, hè? Ja, het gaat over de classificering van in zo de voedingsdriehoek en zo, dat je zoveel van dat en zoveel van dat moet eten. Eigenlijk, waar zit een aardappel? Een aardappel zat eerst bij de groente. Maar, wacht... Fruit en vrucht is een botanische beschrijving, is namelijk een manier van een uitgroei van een plant, terwijl dat groente een culinaire beschrijving is. Dus eigenlijk, groenten en fruit zijn twee categorieën. Eigenlijk ben je appelen met broccoli aan het vergelijken. kan je botanisch fruit zijn, maar culinaire groente? Ja, een bakbanaan tomaat. Bijvoorbeeld. Een bakbanaan. Een tomaat ook. Ja. Een tomaat is een groente, omdat dat zo beslist is voor het Amerikaans Hooggerechtshof 120 jaar geleden. Omdat er iemand de BTW op groenten wou ontlopen door te zeggen dat zijn tomaten fruit waren. En dan heeft het Hooggerechtshof gezegd... Is dit ook weer zo'n trucje, Kurt? Ja. Het is eigenlijk, maar heeft het met BTW te maken, nog met iets anders? Nee, het heeft eigenlijk met voeding, dat er nu te veel aandacht aan aardappelen gegeven wordt. Zoals gezegd, van groente, dat is gezond. Aan aardappel is een groente, dus een aardappel is gezond. Nee. Een aardappel is gezond op zich, maar die heeft een te groot aandeel. Ah, het is een staple food. Ja, dus ze willen eigenlijk dat zoals je nu een beetje met graan, zo'n gluten, pas op, we moeten daarmee opletten, we moeten dat niet te veel doen. Ze willen eigenlijk die patat... In die richting duwen. Richting spaghetti duwen. Je richting spaghetti carbs, duwen, zodanig dat mensen meer andere groenten... Wie zijn ze? De paprika lobby? Of zo? Nee, we gaan hier veel te veel aandacht naar die Illuminati aan. Natuurlijk. Het WEF. Is het de broccoli lobby? De WEF-ratten. Het is de US Dietary Guidelines Advisory Committee. Dus het is voedingsadvies, zoals het klavertje 4 en de voedselpyramide. Ja, inderdaad, de voedingsdriehoek. Voilà. Het is exact dat. Eigenlijk, ze willen die ergens anders steken om mensen meer richting de... Ja, wat dat ze dan zeggen, de
de gezondere of de iets voedzamer of iets minder carbs hebbende groenten te doen. Amerikanen die vinden dat ze minder frieten moeten eten. Carbs, maar ja, inderdaad. Want als je het vergelijkt, in je voedsel heb je je vitamine en zo in je groenten. Maar staple foods, dus stapel, ik denk dat dat vertaald wordt als stapelvoedsel, dat is het voedsel waar dat je eigenlijk je grote energiebron, zetmeel. En dus in verschillende culturen, ons stapelvoedsel is duidelijk patatten. Ja. Mm-hmm. In Italië is het stapelvoedsel pasta. En in grote delen van Azië is het rijst, bijvoorbeeld. En ik denk dat maniok ook onder stapelvoedsel valt. Zou kunnen. Dus staple food. En wat dat betreft klopt het wel dat je aardappelen niet gelijk zet aan wortelen, broccoli en de rest. Maar dat je die wat met de zoete aardappel? Dat is geen aardappel. Dat is de enige aardappel die zou moeten bestaan, de zoete aardappel. Dat is geen aardappel ook, hè? Wat? Nee, de zoete aardappel is een technisch gezien is een microbe. Dat is van, een okkernoot is geen noot. Okay. Pindanoot is geen noot. Ja, whatever. En een cashewnoot is een kangaroo. Begin mij hier niet uit te dagen in well actually's over botanische onderdelen. En Gullo. De zoete aardappel is geen groente? Dat is geen patat zoals... Ja, het is wel een groente, maar het is geen patat zoals wij een patat kennen. Het is eigenlijk een echte... het is geen... Lekker. Het is botanisch, het is totaal anders. Geen rechtstreekse broer of zus, nee. Nee, inderdaad. Maar dus, dat comité heeft eigenlijk 5 categorieën, zo fruit, granen, proteïne, groenten en dan zuivel. En dat is hetgeen. Het is eigenlijk gewoon, we willen die van het een naar het ander. Het is een lobbygedoe, maar het is wel grappig dat je daar een discussie over voert en dat dat wel een impact gaat hebben op de voedingsadvies. Is dat een manier om Amerikanen slanker te krijgen? Kunnen de spekkies niet gewoon een beetje gaan sporten? Ik kijk vooral zo uit naar het moment dat de patat zo zijn nieuwe klas binnenkomt. Bij die granen zo. Hallo. Goeiedag, patat is nu weer. Ik stel voor dat we allemaal lief zijn voor ons. Potato head. Die groeit op de grond. Een dikke patat. Tegen het einde van de schooldag is die zich veel aan het schillen in de hoek. Broccoli, ik mis je. All right. Nog eventjes nieuws uit het universum. Er zijn onverklaarde megastructuren ontdekt in het universum. Lab. En ik ben nu duidelijk aan het gaan voor de sensationele verklaring. Het gaat hem niet over gebouwen, over dat soort dingen. Maar het gaat hem over... Ja, ons hele universum heeft zowat slierten... Alle melkwegstelsels, de miljarden melkwegstelsels in ons universum, zijn niet homogeen verdeeld over de hele ruimte. Die zitten in clusters, die zitten in superclusters. Die trekken zo wat draden. Dus het is een soort van tentakelsachtige. Ja, het lijkt een beetje op zo schuim. Op zo de draden in schuim. Ik heb ooit een filmpje gezien op Twitter. En dat was... Ik kende zo die fonteinen die bovenaan in een koepel beginnen en die dan, naarmate dat ze lager komen, beginnen te breken in allerlei sliertjes. Ja. En dat was een fysicus en die had daar een slow-mo van gefilmd en die zei, dit is een perfecte analogie met de expansie van het universum. Bovenaan hangt dat water dicht genoeg bij elkaar om een egaal vlak te maken. Maar omdat de snelheid van het vallen groter wordt naar beneden, wordt dat uit elkaar getrokken. Eigenlijk. En dus op een bepaald moment is er te veel plaats om het water homogeen te verdelen en trekt dat samen in slierten en clusters. Bij de uitdijning van het universum komen er gaten in. Okay. Hij zegt, dat is ook gebeurd met ons universum, waardoor dat je nu slierten hebt en superclusters enzovoort. Wat is nu het nieuws van de voorbije maand? Er zijn 2 megastructuren ontdekt. En dat is, eentje is een enorme ring van melkwegen die dichter bij elkaar hangen dan normaal. En die is 3 miljard lichtjaar in diameter. Dus dat is... onze melkweg is 100.000 lichtjaar van de ene kant tot de andere. Dat is een ring van melkwegen van 3 miljard diameter. Het gekke is dat lichtjes daaronder, ze staan in het sterrenbeeld Bootes, maar je kan ze niet zien met blote ogen. Anders waren ze al ontdekt. Een beetje linksonder daarvan, aan de sterrenhemel, staat er ook nog eens een enorme boog van melkwegen die dichter bij elkaar staan. En als je tekent, lijkt het zo op het begin van een smiley. Daar lijkt het eigenlijk op. Dus iemand heeft een enorme smiley in de hemel getekend. Het lijkt wel... Gigantische smiley. Maar gigantisch. Het is echt zo het begin van een Doctor Who-aflevering. Van iemand heeft dat bewust in de hemel. What could it mean? En wat is nu het ding? Er is geen enkele verklaring in de simulaties van die clustervorming van het heelal die structuren van die grootte kan verklaren.
Ze houden, eigenlijk groter dan een miljard lichtjaar vinden ze geen verklaring waarop dat kan ontstaan. Zien we die structuren niet gewoon omdat dat vormen zijn voor ons die appealing zijn op een of andere manier, omdat we daar naar op zoek gaan? Is dit niet gewoon echt a lot of randomness waarin dat we patronen zoeken? Het is geen pareidolie, nee. Het is zeker dat de data juist is. Het is niet een of andere afwijking van een meettoestel of zo. Is het James Webb? Of... Nee. Het is kosmologische data die al lang bestond, maar die helemaal verder onderzocht is. En nu wordt er gedacht aan, als het universum piepjong was, hè, dus als de uiteinding nog bezig was, misschien dat hele kleine energiestromen of hele kleine wervelingen die daarin ontstaan zijn, ze spreken zelfs over akoestische golven in het vroege heelal, dat die een bepaald stuk iets condenser gemaakt hebben, waar we nog altijd de sporen van zien in het groot. Maar het is wel zoals, zou je in die fontein van boven je vinger steken, dat voor effectief, een korte tijd dat de structuren daaronder ook meer gaten bevatten, omdat je vinger daar van bovenin. Maar zelfs als je een klein snoeppapiertje laat vallen bovenaan... In als je een steen verlegt in de rivier van het universum. Oh, voilà, inderdaad. Ah, jongens, dat kan het allemaal. Ja. Iemand heeft een smiley getekend op het vroege universum. En dat is nu een ring van galaxieën van 3 miljard jaar groot. Maar kijk, boeiend onderzoek. Vooral omdat het kan niet verklaard worden door de huidige theorieën. Dus we hebben iets nieuws nodig of een totaal iets nieuws nodig. En dan ligt er altijd nieuwe wetenschap. Is een van de mogelijkheden dan. Hè. Terug naar de aarde. Alweer naar de computers. Marian, onze computerchips bestaan uit silicium op dit moment. Gebakken zand. Volgens sommigen hoeft dat niet zo te blijven. Het wordt potlood. Potlood. Pen en papier. Ja, chips die werken doordat er transistoren op staan, die kleine elektronische schakelaartjes die super rap open en toe kunnen. En om zo'n transistor te maken hebben we een halfgeleidermateriaal nodig. En wat we daarvoor gebruiken is gedopeerd silicium. Dus een stof waar dat we eigenlijk dat zo kunnen bewerken dat we daar soms een geleider van kunnen maken en soms een isolator. Dus door daar spanning op te zetten, kan je zorgen dat ofwel de stromer door kan, ofwel de stromer niet door kan. En dat is een schakelaar die open en dicht kan. Ja, een 0 of 1 poort dan. 0 of 1. Ja. En 75 jaar lang al bestaat dat nu. En de hele elektronica, revolutie is daar helemaal op gestoeld. En dat wordt maar kleiner en kleiner en efficiënter en efficiënter. En waar we vroeger een hele kamer nodig hadden om te rekenen, kunnen we dat nu in onze broekzak steken. De wet van Moore, meer transistoren op dezelfde oppervlakte. Ja. Omdat dat eigenlijk elke 2 jaar, zegt de wet van Moore, kunnen we dat ongeveer een factor 2 kleiner maken, zo'n schakelaar. En doordat dat kleiner is, kunnen er meer op een chip, kunnen we rapper rekenen. Maar ook kan dat veel efficiënter werken met minder batterijverbruik bijvoorbeeld. Maar ze lopen daar op een grens. Die schakelaartjes, de transistoren, beginnen nu zo klein te worden dat die laagjes die we moeten leggen en bewerken, maar een paar atomen, 10 atomen of zo, dik nog zijn. En we kunnen dat gewoon niet meer kleiner krijgen, want die variatie begint te groot te worden. Als er 1 atoompje, 1 atoomlaag minder of meer is, dan is dat gedrag van die schakelaar volledig anders. En we lopen er echt fysisch op de grenzen. Dus al 10, 20 meer jaar zijn wij op zoek naar wat is nu het volgende materiaal na silicium dat we nog kunnen gebruiken om toch kleiner te kunnen geraken. En grafeen komt er al heel lang op de proppen als dat is een grote kanshebber. Want grafeen is eigenlijk gemaakt van koolstof. Dat zijn eigenlijk zo koolstofatomen die in 6 hoekjes gaan zitten en dan krijg je zo'n soort honingraadpatroon. Kippengaas, hè? Kippengaas. Ja. Maar dat is eigenlijk maar 1 atoomlaag dik. Ja. Dat is gewoon 1 kippengaas van een sheet van koolstofatomen. Supersterk, superlicht, ook heel goed geleidend. Het enige probleem was, dat was niet geen half geleider. Dus ik kon dat niet soms laten geleiden en soms laten isoleren, afzetten. En ze hadden wel allerhande bewerkingen dat ze daarop konden doen om dat toch half geleidend te maken, maar die waren nooit compatibel met hoe dat ze nu chips maken in mooie 2D-laagjes. Ja, ze konden wel 3D-structuurtjes van maken die dan half geleidend waren, maar niks dat zo goed eigenlijk te fabriceren is als de chips die we nu hadden. Dus we konden dan wel een paar transistoren maken, maar om daar ooit een hele processor en een computer mee te maken, dat was niet te doen. Mm-hmm. En nu heeft er voorbije maand een artikel in Nature gestaan van een Nederlander, maar die wel in Amerika werkt, in Georgia Tech, in Atlanta, die beweert dat hij een manier heeft gevonden om
single laag, één laag grafeen te kunnen maken, die ze toch zo kunnen werken dat die een heel goede halfgeleider kwaliteit heeft. Okay. Ze hebben er nog geen hele processor of computer mee gemaakt. Ze hebben gewoon aangetoond dat ze dat kunnen fabriceren op een manier compatibel met hoe wij chips maken. En dat die halfgeleider-eigenschappen eigenlijk beter zijn dan al die andere, we noemen dat nu 2D-materialen, die ze al onderzocht hebben. Wat wil eigenlijk zeggen? De verhouding tussen hoeveel stroom er doorloopt als die geleid, gedeeld door hoeveel stroom er doorloopt als die afstaat, die moet heel groot zijn. Maar hoe dan? En dat is heel goed. Koolstofatomen te substitueren of zo? Wat ze doen, is ze maken in plaats van een wafer, dus een drager van de chip van silicium, maken ze een drager van siliciumcarbide, dus silicium waar al koolstof in zit. En dan verwarmen ze dat op een bepaalde manier, waardoor het bovenste silicium verdampt. En dan blijft er eigenlijk van boven een laagje grafeen achter, allee, dat niet mee verdampt is. En dat bindt zich heel mooi aan die drager, waardoor dat heel goed nog te bewerken is en te doperen achteraf. Okay. En is dat dan, kunnen ze dan nog kleinere chips maken of is het vooral efficiënter chips dat ze maken? Allebei. Dus ze kunnen ze waarschijnlijk kleiner maken, want dat hangt heel hard samen met hoe efficiënt ze zijn. Als je ze heel goed kan controleren, dus een mooi perfect één laagje dik dat je heel goed kan aansturen, dan kan je ze ook kleiner maken, want dan is de variatie op je gedrag veel kleiner. Mm-hmm. En daardoor kan je naar kleinere dimensies gaan zonder te veel random effecten te krijgen. Bij gedopeerde renners is dat omgekeerd. De variatie op hun gedrag wordt altijd maar groter eigenlijk. Dus nu, dat is echt nog wel iets voor zeker nog 10 jaar werk aan, om daar nu een echte chip die kan rekenen van te maken. Maar het is wel een belangrijke eerste stap. Maar ik vind dat ook leuk om over na te denken. Hoe gaan we over 10, 20 jaar naar onze technologie van vandaag kijken? Want als wij terugkijken, als je zo door het Science Museum in Londen loopt, ja, de geschiedenis van die computers en zo, die jaren 60 mainframes. Een soort gietijzeren harde schijf, zo ziet dat eruit eigenlijk. Maar je begint ook bij Babbage. Bij tandwielkens. Maar dus, vandaag, ik kijk naar een computerchip en ik zie zo dat zwart vierkantje en ik probeer me in te beelden wat daar binnen gebeurt. En ik denk, 50 dit is niet miljard schakelaartjes. Maar dus, over 20, 30, 40 jaar, als wij terugdenken aan dat zwart vierkantje van vandaag, gaan wij dat bulky vinden? Ik weet het zo niet. Ik maak altijd de vergelijking met, er is zo'n befaamde foto van een harde schijf van 2 megabyte die hier in Zaventem van het vliegtuig uit een gaat. In de vergelijking met het SD-kaartje nu, waar dat er een terabyte op kan. Ja. Ja. Wat ik ook heel grappig vind van dat grafeen, vroeger, ik heb nog CPU's geweten die dat je kon unlocken door op de CPU een potloodlijntje te tekenen tussen 2 punten, omdat die CPU's die werden gemaakt en sommige CPU's werden verkocht als niet overklokbaar en dat was gewoon een klein stukje schakeling dat was dat weggehaald. Geleid, en doordat je dat potlood doet geleiden, konden die CPU doen geloven. Dus, maar jij bent wel een van de premium CPU's. Dat grafeenonderzoek, dat is even maf. Deze heeft dat nu echt op een hele labmanier bijna gemaakt. Maar het eerste grafeenonderzoek, dan tekenen ze mijn potlood zo een beetje op een papier, zo wat laagjes koolstof, en dan doen ze mijn plakband, kluk, daarop. En dan doen ze die plakband ergens anders en hebben ze één laagje grafeen overgebracht. Ja. Zo heel primitief. Maar dat kan dus blijkbaar. Al die houtskoolartiesten kunnen nu chipdesigners worden. Van, voilà. Je hebt ook zo een speelkitje. Ik denk niet dat het van Adafruit is, van iets anders. Waarbij dat je ook schakelingen kunt maken met potlood. En je kunt zo een papieren huizenke vouwen. En een lampje doen branden. Ja, en een lampje doen branden door lijntjes te tekenen. En dan ook muziek maken met de weerstand. Dat je zo 2 pinnetjes zet op. Op zich is dat heel simpel. Je pakt een knoopcelbatterij, je pakt een ledlampje, een paperclipje en je tekent met een potlood op papier. Ja. Belangrijk is dat je echt grafeenpotloden pakt. Ah, ja. Want de meeste potloden, dat is een plastic-achtige, olie-achtige wassysteem. Een goed vetpotlood, dus een 2B. Absoluut. Naar een goede tekenwinkel gaan en daar zo de goede 2B. En dus de onderkant van je knoopcelbatterij, die legde tegen het lijntje. En dan met een paperclip glijde de andere kant. Ja. En de led geeft je zo 2 baantjes en dan kun je daar eigenlijk een schakeling mee maken. Ja. Super. En dan zou je eigenlijk inderdaad een soort huizen kunnen tekenen. Voilà. Met en het lampje daarin. Ja. Dat is juist, want ik weet nog... een drukschakelaar kan maken als je het papier in duwt. Ja, dat huisje dat ik zag, was inderdaad, gaat je knoopcelbatterij en dan hadden we een papieren flapje dat erboven hing. En als je dat duwde tegen de batterij, hadden je schakelaar, ging je... En als je thuis wilt doen, een tip is ook heel goed dik doen. Omdat grafeen is een geleider, maar ook niet een beste geleider. Omdat zeker wat dat in potloden zit, dat is een mengeling, dat is hoe niet... Dikker je lijn, hoe meer carré, hè. Hoe meer carré op je draad. Ja. Niet doen met uw echte elektriciteitsleidingen, want dat is niet... Zo'n 220 Anix los op contact, geen probleem. Ik teken het op de muur. Niet tegen de muur leunen. Ik hoorde,
Ik hoorde nu ook onlangs een AI-wetenschapper die bezig was over... Ja, ze zijn toch aan het beginnen met onderzoek naar computerchips die niet meer zuiver de structuur van een neuraal netwerk in getalletjes omzetten. Want dat is wat ze nu doen. Hè. Ik bedoel, elk knooppunt en elke verbinding tussen knooppunten zijn gewoon getalletjes. Ja, zijn gewoon getalletjes die omgerekend worden. Platgeslagen naar vectoren. Ja. Maar dus dat ze aan het kijken zijn, ja, kunnen we ook zo geen... Ik weet niet hoe dat werkt, maar dat ze een soort schakelaartjes hebben die je ook... zwakker en sterker kunt zetten, dat je eigenlijk je netwerk bijna hardwarematig... Ja, dus zijn schakelaars die in plaats van aan en uit, kan je die 35% aanzetten. Ja, analoog in een digitaal systeem. Nee, dat is geen digitaal systeem. Hè. Dat is analoog, gaat eigenlijk een analoog... Analoge elektronica, ja, ja. Ja, dat gebeurt bij ons onderzoek. Ah, is het echt, op KU Leuven en zo ook, ja. En gaan daar dan efficiënt... Want ja, Sam Altman praat er ook over in zijn interview met Bill Gates. De methode... om de volgende lettergreep te berekenen bij een taalsysteem, is nu die lettergreep aftoetsen tegen alle andere mogelijke lettergrepen van de taal. Dus per lettergreep die gemaakt moet je zeggen, zou deze lettergreep, ik ga die eens vergelijken met alle andere lettergrepen die voorkomen in onze taal, vind ik ze logisch of niet? Dat is enorm bewerkelijk. Dat hij eigenlijk aan het, ja, dat hij zei van ja, dat is niet vol te houden. De manier, de inefficiëntie van onze taalmodellen dan is niet vol te houden. Dan moet het toch naar quantum of zo? Nee? Niet per se. Je kunt ook in hardware een netwerk wel efficiënter maken. Bij quantum trekt er een heel hoop andere problemen binnen, zoals het verval van die kwantumstaat, vanaf dat je ze observeert. En we hebben het er vorige keer ook over gehad, van die CPU's. Het concept van kwantum zou het kunnen, maar het praktisch maken kunnen we helemaal niet... Nog niet realiseren. All right, voilà. Er zal, ik heb zo de indruk dat computerchipsnieuws niet rap gaat stilvallen. Nee, Wat denk je? We kunnen nog wel studentjes afleveren. Dat wordt nog iets, zie ik ook. Jeroen, in Amerika is de CES-beurs geweest. En dat is Consumer Electronics. Hè? Consumer Electronics beurs. Met welke prullen denken de mensen dat we in de toekomst gaan rondlopen? Wat ik mij ook afvraag, is er ooit al teruggekeken naar vroeger, een soort evidence-based van wat voorspelden we 10 jaar geleden en wat is er uitgekomen en wanneer? Daar ga ik eens naar zoeken. Ik ga nu gewoon snel door alle rommel gaan die wordt aangeboden. Allee, pas op, ik heb een best, worst en meest rare gemaakt. Ik ga er snel doorgaan. Ik ga gewoon zeggen wat dat de uitvinding is en jullie zeggen koop ik niet. Smash or pass. Big dit jaar op CES, de transparante tv's. LG en Samsung waren daar met een tv. Waarom? Die dat je op het druk van de knop transparant kunt maken. Om het in uw interieur te doen passen, om eventueel in een soort van interactieve display in een winkel te hebben, om niet noodzakelijk altijd op de achterkant van een zwarte bak te moeten kijken. Veel cooler zijn ze van die tv's die in je kast naar beneden Zo jaren 80. Rustig, veel cooler. Rustig MTV Cribs. Vanuit uw waterbed dan. Hè? In de jaren 80 was dat nog een kathodestraalbuis. Ze hadden een volledige goederenlift nodig om dat te doen daal. Maar die transparante tv's, het is wel wat je in alle science-fiction-reeksen ziet. Het is hè? Ook wel coole technisch met die OLED-displays. Dus een normale LCD-kristal moet je een backlight achtersteken, een OLED's en pixels die zelf licht geven. Eigenlijk wilde een transparante iPad. Dat is wat je wilt om cool om mee te flexen. Zo'n slab. Anyway, Samsung en LG werken eraan. Cool. Consumermodellen later dit jaar. Prijs nog niet bekend. Een ander ding dat jullie misschien wel herinneren uit vorige podcast. De kattenflap met AI. Er is namelijk een ingenieur geweest die met behulp van een Raspberry Pi en een hele hoop Amazon-rekenwerk zijn kattenflap... Ben Ham. Die zijn kattenflap had geleerd van een kattenluikje. Sorry, is misschien de juiste bewoording. Als mijn kat aankomt... Kattenflap. Kattenflap. Dat is hoe dat de vertaling was. De kattenflap, dat is een kat met een nekmatje. De catflap. Ja. Uitgevonden door Isaac Newton trouwens. Wat? Dat is een ander ding. Die ingenieur had geleerd van, oké, als een kat aankomt met een prooi in zijn bek, dan mag het luikje niet opengaan, want inderdaad. Ik wil geen dode in mijn show, kamer. Ja, inderdaad. In Wel, nu is er een Zwitsers bedrijf die dat commercieel aanbiedt. Het kost $345. Damn. De training gebeurt in de cloud en je kan hem ook trainen dat hij enkel en alleen jouw kat binnenlaat. Dus het heeft nog wat andere AI-dingen. Nu, voor die prijs, als je een beetje tijd hebt, kun je dat zelf doen met websites als customvision.ai of Teachable Machine van Google, waar je zelf, als je heel veel foto's hebt van je kat met en zonder prooi, kun je dat op die websites zelf trainen. Als je dat off-the-shelf kunt kopen, kan het daar. Ik kan me voorstellen, als je het zelf maakt, dat je zo'n Kurt nodig hebt dat om de 10 botten langs je huis langskomt van Kurt. Waar is Kurt? Ja, absoluut. Ik heb een kattenflap nodig die mijn kat buiten zet van zodra dat hij het gekke geluid maakt dat hij een braakbal gaat doen. Nee, dan doet hij dat. Dan moet hij buiten, dan moet hij buiten. Maar dan moet hij zo'n grote robotvoet kopen. Dat is zo'n shot. Volgende uitvinding waar we niet zonder gaan kunnen, de elektrische skis. Ze noemen de skiwiel. De squeal, sorry. Squeal. Squeal. Het zijn basically rolschaatsen dat je aandoet die 80 km per uur kunnen halen. Wat? Hola.
Oeh, maar en... het is niet voor op sneeuw. Oh, nee, nee, nee. Het zijn gewoon elektronische inlineskates eigenlijk dan. Het zijn elektronische inlineskates. Ah, ja, okay. Ze kosten ongeveer $4,000. En je gaat er je benen mee breken. Hoe lang zijn ze? Hoe lang zijn ze? Ze zijn wel de lengte van skis. Dat is een beetje maar dat is toch keigevaarlijk? Ja, correct. Marian, er is een markt voor mensen die elektrische steps niet gevaarlijk genoeg vinden. Absoluut. Ja. Die hun beide benen in een andere richting willen breken. Eigenlijk zijn ze gewoon, gewoon met twee elektrische steps tegelijkertijd aan het rijden. Zonder stuur. Ja, zonder stuur. 80 per uur. Niet afwijken. De volgende uitvinding waar jullie niet zonder gaan kunnen, namelijk One by One. Het is een streamingdienst met kalmerende muziek voor honden. Oké. Ik heb wel de site bekeken. Zij schermen daar met van alle wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat sommige honden rustiger worden van bepaalde soorten muziek. En je kunt voor een losse $7 per maand kunt je abonneren op een soort van streaming-app die dat je samen met je hond kunt beluisteren. Het is muziek die zowel voor u als voor je hond kalmerend werkt. En dan kunt je je hond rustiger alleen thuis laten. Wat zei Pontje? Met, ik heb het nog niet getest. Met hits als Singing a Song for My Bitch. Met vrouwen tranen lukt dat ook. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Dieren en muziek was nog een themaatje, want je kan ook de butter kopen. En wat is de butter? Het is een soort van kleine gadget waarmee je hond piano kan leren spelen. Wat? Ja. Er zijn 4 knoppen op en het ding deelt snoepjes uit als je hond op de juiste knop duwt. Dus het is werkt basically... ook bij Hetty Helsmoortel. Het is basically de Pavlov piano voor honden. Maar dus eigenlijk is... Als je snoepjes krijgt, als je het goed doet. Ja. De twee emoties op een CES-beurs zijn wat en waarom? Ja. De volgende gaan een interessante worden, want ik denk dat jullie hem zouden kopen. De Plant Pets Smart Pot. En ja, jullie hebben het al ongeveer door. Het is een soort van slimme... Willen jullie een smart pot? Een slimme... Jongens. Oh, sorry. No giggling in the back. Het is een pot die van je plant, die je erin plaatst, een soort van slimme Pokémon-achtige plant maakt. Want wat doet die pot namelijk? Je plaatst verschillende sensoren van die pot in de plant. Ik wil het. Je plant gaat, als je er tegen praat, gaat je plant bewegen. Gaat hij zich naar jou richten. Je plant gaat ook reclameren, dus een soort van geluidjes maken als het te weinig water heeft. Oei, nee, ik wil het toch niet. De pot verandert. Dus het is eigenlijk een beetje de bedoeling dat je dankzij die pot je planten een soort van persoonlijkheid toekent, waardoor dat als die toekomt in je huis, dat die een beetje gaan reageren als een soort van... Een soort van Furby, een soort van Tamagotchi. Je plant wordt een kat, eigenlijk. Dat doet mij denken aan de sketch van de ondankbare plant van Mannen van de Radio. Ah ja, $40 of $60. Maar er voor een kleine pot of een grote pot. Wat dat uw planten elke keer naar het zonlicht deed rijden. Maar dus, Mannen van de Radio was een sketchshow dat Hans Steeuwen en Pieter Bouwman op Radio 1 in Nederland, ik denk dat 30 jaar geleden is, sloten zij elke dag af met een fictief interview. Dus de ene interviewde de andere en dan spraken ze op voorhand af, jij hebt dit meegemaakt en ik interview. En voor de rest was dat improvisatie. En een van die interviews, is een man van, een plant die was uit een auto gevallen, heb ik meegenomen naar binnen, heb ik verzorgd. En toen is de plant zich echt tegen mij beginnen keren. En ook beginnen sarren, beginnen uitlachen en ook uit het huis gezet. Maar goed, we zetten de link in kan de show met notes. De plant pets. En, voilà. Mannen van de Radio, zoek het op. Ik heb er nog één, die hebben jullie misschien gezien. Hebben jullie Bali gezien van Samsung? Ja, ik en heb de Disney, de Disney-advocaten houden zich al klaar, want Bali is een kleine schattige robot die achter je aanrolt in het huis en die dat je eigenlijk probeert live te assisteren. Het is eigenlijk een robot die je achtervolgt, maar er zit een klein projectortje in. En die robot kan, een van de use cases die ze bijvoorbeeld hadden, is als die robot ziet dat je in de keuken aan het koken bent, kan die robot met zijn kleine projectortje naast je op de muur het recept projecteren. Kan als je in bed... Het is de well-actually-robot. het is de robot. Ga je dat zo doen, die schorseneren? Okay. Als je van huis weg bent, kan die robot je huisdieren in de gaten houden. Het is basically een soort van bal dat u achtervolgt en probeert te assisteren. Pedante bal. En de naam is Bali van Samsung. Opnieuw... Ik ben benieuwd wat dat is. Nog één ding. Het anti-snurkkussen komt elk jaar terug. Ja, dat is iets dat ik al elk jaar op de CES-beurs gehoord heb. Het is een kussen dat probeert intelligent. Mensen die snurken, vaak als je hun hoofd een klein beetje draait, houdt het snurken op. Ja, mensen met een snurkende partner zullen dat onderstrepen of niet onderstrepen. Ik ben de snurker in de relatie, dus ik heb er geen last van. Als je dat hoofd ver genoeg draait, dan is het voor altijd opgelost. Ja. Snurken ze nooit meer. De Rookie Anti-Snore Pillow heeft nu...
zoals alles op de beurs deze jaar, heeft natuurlijk AI. Je slaappatroon en je snurkpatroon analyseren met AI. En die zou dan leren hoe dat je hoofd 's nachts gedraaid moet worden om het snurken te doen stoppen. Okay. Elk jaar komt dat terug. Elk jaar verkopen ze er minder van. En verder heb je nog voor de vogelspotters onder ons de Swarovski. Ja, bekend van de kristallen. Die hebben nu een verrekijker die ze op de markt brengen. De AI Visio. Dat is een verrekijker. Wat? Als je ermee naar een vogel kijkt, dan zegt die verrekijker in het schermpje, het is die vogel. Wow. Meer dan 9000 vogels en andere soorten herkend via de soorten. En verder was er ook nog een opvallend product. Ik ben benieuwd of jullie het kunnen uitwerken. Het is de Trop CN. Je schrijft het als Trop CN. Kan er iemand uitmaken wat dat is? Trop CN. T-R-O-P-C-N. Trop CN? Het was een stunt van geen sponsor van fruitsappenmerk Tropicana, omdat die eigenlijk een sinaasappelsap op de markt wouden brengen dat AI-free was. Dus ze hebben uit Tropicana de A en de I gehaald. Ik dacht dat het iets obscene ging zijn. Om een beetje de tendens tegen te gaan van wat dat er op CES dit jaar was. Er is heel veel dingen waar dat er gewoon AI in geramd werd. Marianne, maar er was er eentje dat ons opviel en daar ga jij iets over vertellen. Ja, eerst nog twee niet-AI dingen die ik enorm interessant vond. Het eerste, de Water Cube. Dat ding kan als een bakje, een bak, en dat kan uit de lucht water extraheren door condensatie. 450 liter per dag. Wat? Ja, ik had ook iets wat. Dat is voor mij 150 liter. Wel de fucking Sahara. Ja. Maar is het zal wel afhangen van de vochtigheid van de lucht, maar toch. Maar wordt uw kamer dan ook zo mega droog? Ik weet geen details. Ik had gewoon een wat moment. Maar ja, met enorm veel koeling kunnen condenseren. Maar toch, er zijn ook materiaalkundige manieren. Er zijn bepaalde materialen, zelfs bepaalde netten, als wind daardoor waait, dat die ook nog kunnen condensatie. Ik weet de details niet meer, ik vond het wel heel cool. Okay. En het andere, ramen, doorzichtige ramen waar zonnecellen in zitten. Doorzichtige ramen? Doorzichtige ramen. Stop tot persen. Wie wil het? Las Vegas, waar alles kan. Doorzichtige zonnecellen die energie wekken, vond ik ook wel cool. En dan stelt zich de vraag, maar waar vangen die energie als die het licht doorlaten? Dat gaat niet, hè. Als je het licht doorlaat, kun je het niet omzetten in de energie. De reflectie op het tweede stuk van het raam, naar buiten? Nee, alle frequenties die we niet zien. Dus alles in UV en infrarood vangen die op en zetten die om naar elektriek. En het zichtbaar filteren licht, ze wel een beetje. Ja, voilà. Ook een concept dat al langer is, maar nu weer een stap verder maar staat. Nu is het commercieel. Maar dus de coole AI de toe. De coole AI, dat was ook het wat-moment. Dit is de Rabbit R1. Het is wel echt een stomme naam, vind ik. Nee, het is cool. Het is ook een konijntje in logo. Het is een konijntje. Het heeft konijnenoortjes. Het is een klein vierkant blokje dat een beetje die AI-pin nadoet, maar ik vind het wel beter. De AI-pin waar we het vorige maand of 2 maanden geleden over hadden, een bakje dat je naast je hangt, waar je eigenlijk gelijk een Siri van alles aan kunt vragen. Is je al besteld, Hetty? Want het bedrijf zit in wat financiële mogelijkheden. Je geld wil gebruiken? Nee, nog niet. Okay, het is goedkoper. Dus hoe werkt het? Het is een bakje van ongeveer 5 centimeter op 5 centimeter. Fel oranje, je kunt het niet in een andere kleur kopen. Okay. Het heeft een schermpje bijna zo groot als zijn oppervlakte. Het heeft een camera die 360 graden kan ronddraaien, dus kan naar voor kijken, naar achter kijken. Ja. Het heeft een microfoon en 2 knopjes, dus het is redelijk eenvoudig. Maar het idee is dat je duwt op de knop en dan begin je te praten, push to talk, en je kan er eender wat aan vragen dat je normaal aan je gsm of aan ChatGPT of zo zou vragen, maar dan in spraak. Dus het heeft geen toetsenbord, het is speech-to-text. Nee. Maar waarom ben je hier wel enthousiast over en over de AI-pin? Het is volledig geïntegreerd met eender welke app dat je elders zou gebruiken, maar je moet niet je aanpassen aan de user-interface. Bijvoorbeeld, je vraagt, zoekt mij een Uber naar het station van Kortrijk? Dat ding weet waar je bent, dat weet wat Uber is, dat weet waar het station van Kortrijk is. Het enige dat je gaat zeggen is, de prijs momenteel is 35 euro en jij zegt ja of nee en dat is besteld. Of de grote vraag is, hoe krijgt dat ding toegang tot die apps? Geven die apps dat ding toegang of hebben die een API opengezet? Zover dat ik het snap, is het gewoon een remote cursor op uw gsm. Dus het is eigenlijk een soort van ding dat eigenlijk van op afstand leert uw gsm te bedienen. Net zoals jij met uw handen de Uber-app zou opendoen en op die knopjes duwen, leert die AI door uw scherm te analyseren en door training op voorhand, want op populaire apps kun je dat voortrainen, dat leert eigenlijk zonder dat Uber moet zeggen, wij gaan ondersteuning maken voor de Rabbit R1 en daar van alle software rond moet schrijven.
schrijven, dat leert eigenlijk gewoon uw gsm te bedienen zonder dat jij... Hij doet uw duim na. Ja, het is een hele snelle duim. Dus, maar je kunt... Ja, maar hij zei... Tell me more. Godverdomme! Ze zetten vooral in op supersnelle respons. Dus je claimen binnen de 500 milliseconden heb je op alles antwoord. Wat ik me afvraag, moet je je telefoon unlocken? Dus moet die, ook, dus die moet niet met die virtuele duim je telefoon unlocken voordat die een app kan openen? In je broekzak. Okay. En je zegt bijvoorbeeld, je kunt een hele combinatie beginnen maken. Je zegt bijvoorbeeld, speel met dat liedje. En er begint een liedje te spelen. En dan zeg je, wie heeft die eigenlijk die tekst geschreven? En dan zegt dat. En in welke films heeft dat liedje gespeeld? En dus die weet eigenlijk de context dat er aan het gebeuren is. Hij kan overal dingen opzoeken en opstarten en stoppen. Als ik dan vraag, speel dat liedje, dan zet hij dat om speech to text. Die interpreteert dat waarschijnlijk via een taalmodel, interpreteert hij wat de acties zijn. Ja. En zo zie je dat het meer is dan narrow AI, Jeroen. Want het gaat via taal ook bredere acties gaan doen. Ja, maar waarom kan het bredere acties doen? Omdat we uiteindelijk aan de output van die taal logische instructies gaan hebben om apps te bedienen. Voilà. Dat is, zo maar. De AI stopt zeggen daar. Dat ze zo geen large language model erachter hebben zitten, maar een large action model. Ja, dat is marketing. Ja. Maar dus die zet die opdracht om naar ik moet Spotify openen en dan gaat hij met een virtuele duim op uw Spotify-icoontje klikken op de telefoon. En dan gaat hij ook klikken op het tekstveld en dan de tekst ingeven via een virtueel duimeke op het toetsenbord, want je hebt geen API. Dat is wat ik ervan besta, maar waarschijnlijk gaat hij dat allemaal doen op een virtueel scherm dat je zelfs niet ziet op je telefoon. Ja. En dat is eigenlijk alle populaire... Sorry, zeg maar. Het is eigenlijk een Siri op speed. Ja, nee, het is nog... Volgens mij kan meer, hè. Je hebt voor Apple heb je die assistive keyboards. En voor slechtzienden bijvoorbeeld, of mensen met syndromen dat die niet volledig kunnen. En ik denk dat zoiets is dat je eigenlijk... Want het communiceert via Bluetooth met je telefoon gewoon de hele tijd. Dus je gaat de Siri met een duim, dat is het eigenlijk. Het goed, op een aantal apps is natuurlijk is hij voorgeprogrammeerd. En met Spotify en Amazon en Uber heeft hij allemaal al geregelde interfaces. Maar stel, je wil dat nu gebruiken voor iets dat het systeem niet kent. Ik wil boodschappen doen bij de Colruyt, geen sponsor. Hij kent dat nog niet. Dan kun je dat in een soort teaching mode zetten. Je moet dat ene keer zelf manueel doen. Okay. Dat ding kijkt hoe je dat doet. En vanaf dan kan die dat altijd. Die weet, ik moet eerst daarop klikken, dan daarop dus en dan zo. Je kan bijleren als je het een keer zelf doet. En dan kun je die eigenlijk met alles laten staan. Als wij ooit een Nerdland-app uitbrengen, iets dat zo'n Amerikaans bedrijf nooit voor gaat trainen, natuurlijk, kunnen wij zeggen van open de Nerdland-app en stem 4 keer op lief. Omdat we dat een paar keer hebben voorgedaan. En de man deed dan een demo en dat vond ik de allercoolste. Die zei, ja, ik heb een vrouw, 2 kinderen, 12 en 14 jaar. Wij willen naar Londen. Ik wil een vlucht, een hotel en een auto. En dat ding pakte dan wel 2 minuten tijd of een minuut tijd. En hij kwam terug en die zei, ik stel die vlucht voor, dat hotel. En ik kan een auto regelen, een jeep, bla bla bla. En die mens deed confirm. En dat was geboekt. Wel, maar dus dat is wat we bij AutoGPT zo enthousiast over waren. Nee, AutoGPT van voor de zomer was zo gezegd dat GPT-systeem dat niet enkel iets vroeg en wachtte op het antwoord, maar dan nog bijvragen stelde aan ChatGPT. Die AutoGPT was een enorm enthousiasme bij alle tech-watchers en dat is compleet in elkaar gezakt. Ingestort. Maar hier maar is het echt voor wel... de niet-techies. Het wordt... Want die mensen dan ook... Ja, nu wil ik ook een social programma, dat stelde iets voor. En hij zei, het is te vol, can you give me something more lightweight? En hij gaf er iets anders. Oké, can you book this musical, that museum? Confirm. Done. Wow, zeg. Dus het was wel... Ik vond het, als ik het kan kopen, ik koop het. En $199. De eerste, tweede, derde, vierde en vijfde batch van 10.000 zijn al uitverkocht. Dat is logisch. Je kunt die inschrijven voor de zesde batch, die ergens in het najaar zal verkocht. Ben je ingeschreven? Nog niet, want het levert niet in België. Ik was nog een Hollandse vriendin aan het zoeken die het kan ontvangen. Voilà, Marianne zoekt een Hollandse vriendin. Op het Nerdland Festival laten we het is AI-pin vechten tegen die van Marianne. Nee, maar de moment dat het verkocht wordt, stel dat er een geleverd wordt in België of Nederland. Ik ga wel gaan kijken. Ik wil wel zien hoe dat werkt en hoe dat een rabbit in de broek? Als iemand iets van een van de eerste batch heeft, die komt in maart. Wordt die geleverd, dan moeten we het laten weten. Dat is waar. Als je er een hebt, laat het ons weten. Wij zijn super benieuwd naar de Rabbit R1. Oké. Wij hebben de vorige keer een beetje jaaroverzicht gedaan. Het was de laatste opname van 2023. Maar de lijst der lijsten, Els, was toen nog niet gepubliceerd. En ik heb het natuurlijk over wat zijn mensen allemaal kwijtgespeeld in hun anus in 2023? Oh, dit is het hoogtepunt van het jaar. Ik vind die podcast saai, maar hier leef ik naartoe. Zeg het, Els. Kom op.
Ah, wel. Ik zou er eigenlijk een keer een quiz willen van maken. Oké, okay, ja. Ja, nieuw conceptje. Dus even voor iedereen die het nog niet gehoord heeft. Het is een overzicht. Er is een Amerikaanse journalist die maakt elk jaar een overzicht van dingen die zijn vastgeraakt in lichaamsholtes van mensen. En dat gaat over officiële verslagen van de spoeddienst, van de emergency. Ja. Dus die gaat die allemaal door en die pakt daar eigenlijk de leukste uit. We hebben ook een jingle voor die quiz. Anus. Potverdorie. We zitten op een rij, Kurt. Jij waart... Ik was er even aan het denken van... Die lijst is in die publiek. Ja. Ja, geanonimiseerd, hè. Ja, zonder mensen erbij. Kurt bij. Ben je bang, Kurt? Nee. Dat was langer geleden. Oké. Dus alle lichaamsholten tellen, hè. Dus, That's what she said. Maar je moet er wel... Allee, ogen bijvoorbeeld niet, hè. Je ogen niet, hè. Dus het zijn wel dingen waar je iets kunt insteken. Maar je oren wel. Dat kan, ja. Kan je daar iets insteken? Daar kan je iets insteken. Dus dat telt. Weg genoeg. Een toverstaf. Oh, Harry Potter? Ja. Is het Harry Snotter? Is het Harry Schotter? Is het Harry Protter? Maakt hij geluidjes? Dat staat er niet bij. Maar hoe kan die vastgeraakt? Dat is de neus. Ik denk de neus. Ik denk de anus. Maar hoe kan dat vastgeraken? Ik ga voor de neus. Het is heel dun, hè. Het was het oor. Wat? Nice. Ja. Maar vastgeraken. Dat is vast. Ja, dat je in de spoed toekomt en dat je zegt... Ja, ik krijg hem er niet meer uit. Er zit een toverstaf in je oor. Dat is de spreuk stereo monus. Want voor de spreuk heb je stereo en dan heb je mono. Goed. Twee verlovingsringen. Twee verlovingsringen. Wat doe je met twee... Ik ga hier de anus zeggen. Ik ga voor de neusgaten. Ik blijf bij de vagina. Het is de keel, de mond. Ah ja, voilà. Maar wat? Okay. Vast in zijn keel. Twee. Maar waarom heet je dat op? Als je ruzie hebt, die zaten nog liever op dan aan u te geven. Dat is eigenlijk, pas op, uw vrouw komt af. Ja, die zaten in een glas champagne bij zo'n huwelijkszaal. Ja. Ploek onder binnen. Kan gebeuren, ja. Wacht, hè. Het is grappig dat je een hele lijst weet. Echt zeven pagina's, hè. Oké. Tandpasta, gevolgd door een tandenborstel en mogelijk ook een tandenborstelhouder. Truly de anus deze keer. Kom op. Nu ben ik ook eerder anusgericht. Enjoyment dat op geïmproviseerd wordt. Iemand die geen grenzen kent. Dus. Ja, waarom niet? Het is de keel. Wat? Dus, oei, tandpasta. Oei, met de tandenborstel er. Per ongeluk gevallen. Je moet die eerst goed afdrogen voordat je er... Of die bibbert zich de weg naar boven. Ik haal mijn tandenborstel eruit met de tandenborstelhouder. Oh, nee. Oké. Een sekspeeltje van 10 inches lang. Dus 25 centimeter. De navel. De oksel. Ja, ik ga ook voor navel. Het gaat niet. Dat is toch geen lichaamsopening? Oor. Als je hard duwt. Het is de penis. In het gaatje. Ik weet niet waar ik daar nog in kan. Onder het velletje. Achter het vel, ja. Oké. Wel. Ja. Oké, glitter. Overal. Elke holte, elke dag. Ik denk de vrouwelijke Venus-regio... Ja, het schijnt dat wel een dingetje is. Het is een tijd een dingetje geweest om veel glitters rond de vergizzeld. De vergizzeld. Ja, voilà. Het is vagina. Is het een soort van uit de hand gelopen gender reveal? Het is een meisje? Dat was zo net voor de geboorte. Zo. Als je weet dat je gaat bevallen. Ja. Jullie zullen kunnen zien aan de kleur van de foefskeet. Oh, mooi. Ja. Een ontstopper. Een wc-ontstopper. Een toestel, hè. Aan welke kant? De steel? Dat staat er niet bij. Dat zal de steel zijn, hè. De steel in de anus. Maar ja... Vast komen te zitten. Steel in de anus. Maar je kunt dat goed vastzetten tegen de muur en dan langzaam achteruit. Voilà. Ja, effectief. Is dat het? Ja. Ik heb het niet helemaal toekomen. Vastzetten tegen de muur en dan... achteruit lopen. Maar natuurlijk, ja. Of op eender welk oppervlak waar je bent, hè. Dat is De patiënt vertelde dat hij in bed rolde.
En per ongeluk... Op een ecstasy-pil en het got stuck. Ja. Waar? Ecstasy-pil. Ecstasy-pil. Ik denk stuk. Oog. Ja, ik denk weer de penis. Oor. 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 Ja. In zijn oor. Maar dan denk ik ook, hoeveel moet er daar liggen eer dat erin... Oh. Maar wist ik dat nu eens een oog? Zit de drugs? Nee, hij lag in zijn bed. Maar ja, hij rolde... is de officiële verklaring. Er zitten drugs in je oog. Ik versta je, die Bert, is de ecstasy in mijn oor. Een aubergine. Een aubergine. Ja, god. Ja, zeg. Classic. Gekookt of gesneden. Ja, of, ik denk... Of ik, de emoticon. Gezien het format ga ik hier toch weer anus zeggen. Ja, ik ja. Ook, ja, toch. Drie gsm's. Dat je drie biggetjes ging zeggen. Ja, maar gsm's heb ik geleerd van het programma Onderzoeksrechters. Gsm's worden heel vaak in de VJJ gesmokkeld door in vrouwengevangenissen. Ik denk ingenaaid in de bil. Sorry, ik dacht ik doe een variatie. Op, Het was de anus. Ja, in de gevangenissen en zo gebeurt En nu de laatste, omdat ik hem toch wel heel tof nerdy teamed vond. Een TARDIS. Ja. De plastieke lightsaber. Oh, plastieke lightsaber. Ja, kijk, om de rubriek af te sluiten, denk ik dat de Jedi de way of the anus gevormd heeft. In de poep! Hoppakee. Choose the dark side. En was het die van Darth Maul, met zo twee kanten aan? Of was amai, de force is strong in this one. Luke, call me your father. Maar vooral dan, dat je dan zo... Shit, hij zit vast. En nu? Shit, ja. Ja. Ik zou dat heel grappig vinden als die dokter dat eruit moet snijden in het ziekenhuis. Ook zo... Snijden? Maar het eerste stuk is toch... Allez, je merkt dan, dat zit vast. We gaan naar het ziekenhuis moeten... Hoe doet het dat in de notto? Ja, dat is, hoe zet u neer, hoe zet de u koffer, neer in de notto? De koffer, ja. Op je buik. Ja. Okay. All right, ik heb nog één onderwerpje staan en dat is onrustwekkend nieuws. Er is een tekort aan COBOL-programmeurs. Ja, COBOL-programmeurs? Of COBOL-programmeurs? Maar dat is toch al lang? Is dat al lang? Ja. COBOL? COBOL is een oeroude programmeertaal. Een van de oudste programmeertalen ooit. Heel dicht tegen het machineniveau. Redelijk complex. Heeft niet de tirlantijntjes van moderne talen. Manueel memory management. Heel veel oude systemen in banken of in oude bedrijven draaien nog op COBOL. Dat zijn systemen die al 50, 60 jaar draaien, waar niemand durft aankomen. Alleen die moeten ondersteund worden. En het beroep van COBOL-programmeur is in high demand, maar dat is al een tiental jaar. Het werd nu opnieuw gemeld dat er een nijpend tekort is aan COBOL-programmeurs. En er is nu in Amerika is er dus een, ik denk een uitzendbureau die de opleiding aanbiedt. Ja. Dus je krijgt betaald de opleiding COBOL. En als je klaar bent, verdien je 1.000 euro meer dan een andere IT'er. Er zijn bepaalde abstracties die je kan maken in moderne programmeertalen. Je hebt stukjes die je kan hergebruiken, stukjes die je kan bouwen eigenlijk op bestaande dingen. COBOL is echt zeer basic. Down to the metal. Voor mensen die ooit Turbo Pascal gebruikt hebben. Het is echt van dat niveau. Ja. Ja, okay. Spring naar lijn zoveel. En go to. Je hebt geld. Go to. Het is, je hebt zo assembly language. Dat is nog een lager niveau, maar het zit daar ietsje net boven eigenlijk. Ik denk dat het moeilijk is, zeker als je bestaande systemen, waar misschien al 50, 60 jaar geen documentatie meer van is, moet onderhouden. Ja. Naar de kelder van een bank geleid wordt en zegt van bon, ten deze doet alle betalingen in België ooit. Ik zeg niet dat dat zo gaat zijn, hè? Maar dit onderhoudt die. Dan denk ik dat er een zekere... Maar het gaat hem onder betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid, ze zijn heel robuust. Rock solid. Ja, ja, voilà. En daarom wordt er niet aan gemorreld. Maar dus qua... eigenlijk gevraagd aan een moderne loodgieter om in een oeroud gebouw een centrale verwarming op hout te gaan onderhouden. Ja, en die komt en vooral... binnen en die denkt, what the fuck is deze? Die weet niet dat dat werkt, wat die kleppen zijn. En dat is dan dat heb je en die heeft een set tools die hem niet kent. Ja. Ah ja, oké. Okay. Mag... geen vijsmachine of geen Engelse sleutel. Nee, dat zijn deze houten, whatever. Ja, je mag de verwarming niet afzetten, want het gebouw moet warm blijven. Dus je moet het doen as you go along. Ah, ja, dat zijn meestal geen systemen dat je een week kunt uitzetten. En om er is geen backup kijken. Systeem. Voilà, maar dus knelpuntberoep. Leer COBOL, kinderen. Ja. Kom aan, kinderen. Denk aan stem en techniek en leer COBOL. Kunnen jullie dat?
Ik was juist aan het zeggen, zou ik aan ChatGPT vragen of die kobbel kan? Zou ik veel tijd hebben, dan zou ik het beginnen leren, maar ik... Ja, ik heb er een nosis van gehad of zo, omdat dat heel gestructureerd is. Nosis van kobbel, zet dat alsjeblieft op uw leven. Dat is gelijk Duits, zo. Nosis van zo. Nosis van kobbel. Oké, dat waren onze onderwerpen van de voorbije maand, maar we hebben nog heel veel aankondigingen, zoals bijvoorbeeld, zoals ik daarnet zei, wij staan op het slotfestival van FTI, het Flanders Technology... wat staat de I voor? Innovation. Flanders Technology and Innovation. Voilà, het slotweekend is 23, 24 maart. En dat is in het Sportpaleis en de Lotto Arena. Mooi. Daar gaan allerlei standen gebouwd worden. Dat wordt een soort bezoekersbelevingscentrum. En wij krijgen daar een paar vierkante meters die wij mogen vullen met Nerdland en Technopolis. En we zijn heel erg aan het kijken welke demo's en welke dingen dat we daar kunnen zetten. Maar dus wie op 23, 24 maart naar het Sportpaleis komt, die kan daar heel vele dingen beleven, zoals blijkbaar de Apple Vision Pro, die daar waarschijnlijk ook aanwezig zal zijn. Er is een ruimte over gaming, over ruimtevaart, over chiptechnologie. Er wordt een drone race gehouden. Een Europese drone race wordt er ook gehouden. En wij gaan daar ook staan. We gaan daar zelfs een podcast special opnemen. In de Lotto Arena, dus eigenlijk in het klein zaaltje ernaast. Gulle kent dat er al. Ja. Ja, voilà. Dus 23, 24 maart gaan we daar ook een podcast special opnemen. Je vindt alle informatie op fti.events. Dus ja. fti.events is blijkbaar een extension. Dat is ooit ingevoerd, net zoals punt Vlaanderen en punt Brussel extensies zijn. Oké. En we gaan onze mening daar niet over. Dank je wel. Gent. Punt Gent, ja, dat is de tijd een rage geweest. Jeroen Baart, punt meningen. Jeroen streepje Baart. Dat is gewoon Twitter, ja. Voilà, daar gaan wij staan. Ja, de Lotto Arena, wij zijn daar al een keer geweest. We hebben twee kleine nerds-shows gedaan. Nee. Hattie in de Lotto Arena. En ik zie jou glimlachen terwijl ik er terug over vertel. Ik vond het leuk, ja. Dat was super tof, hè. De max, hè. Ja, we hebben echt een hele goede dag gehad. Ja. De dingen lukten, de proefjes lukten. Het enthousiasme echt van die... Echt waar. Als die laatste proef helemaal de dingen... Ik was zo... Ik dacht even... Ik had ook ineens koud zweet. Ik dacht, ja, die laatste die gaat volledig de mist ingaan. En toen wekte dat. En dan... Zij dacht dat methaan uit in een ballon ging gelekt zijn en dat wij een platte ballon... Dus dat je dat ging open doen en dat er gewoon niks ging komen. Ja, we hebben een methaanballon in brand gestoken ook. Met hitte die voelbaar was tot achteraan in de Lotto Arena. Mooi. Onze manager Leslie heeft een filmpje gepost van de production manager. Die keek naar zijn spots die in een vuurbal verdwenen. En die zijn handen ten hemel. Er zijn een paar rijen kindjes lichtjes gepigmenteerd naar buiten gekomen. Wij stonden er dichtbij. Hattie en ik stonden eronder. Jullie zien er even bleek uit als anders. Maar de hitte... de hitte is wel verrassend. Amai. Dat zal wel, ja. Die daar vanaf komt. Ja. Ja. Maar we hebben echt een top dag gehad. En ja, die energie, die een vibe die van die zalen, van die kinders komt. Heerlijk. We hebben uiteraard enorm veel zin om dat volgend jaar nog eens te doen. De dag ligt al vast. Dat is op 27 december. Doen wij weer een show voor kleine nerds in de Lotto Arena. En de kaartenverkoop is al gestart. Ja. Op nerdland.be kan je al kaarten vinden voor de kleine nerds show 27 december 2024. Zijn het weer twee shows? Ja, staan alle twee dat ligt verkoop. Nu al vast. Ja. Okay. Ja, dus eentje 2 uur, eentje 5 uur, denk ik. Ja. Een van de dingen die er ook was Oshin de Ryu. Die kwam vertellen hoe dat je op zo'n boxmachine moet kloppen. Ja. En dus ondertussen, een paar weken later, stond er op het grote VRT-winterfeest, nieuwjaarsreceptie, stond zo'n boxmachine toch wel zeker? Heb ik daar iedereen afgedroogd? Toch wel niet zeker? Hola! Dus we hebben inderdaad uitleg gekregen over de hele biomechanica, hoe dat je best op zo'n boxmachine slaat. Van, als je inderdaad die naar de Olympische Spelen gaat, hè, dus wereldkampioen ook, boksen. En jij hebt dat gebruikt om echt de collega's echt zo, even... met dat voetje en alles, maar zo niet zeggen wat dat gaan doen. Ze gewoon even zeggen, wacht, dat. En dan... En dan iedereen zo, oh my god. Ik had even schrik dat je op het winterfeest op Ruben van Gucht geslagen had. Zeg alsjeblieft dat je beter werd dan de Sportza-redactie, alsjeblieft. Ja, die stonden er op dat moment niet bij. Oh. Dat was, ik denk ook niet... Ik moet eerlijk zijn, ik denk niet dat ik daarover geraak. Ja, maar dat zou wel cool geweest zijn, zeg. Ja. Maar ja, en dan goed. De eerste vrouw waar dat ze niet over geraakt. Knip. We hebben een intro. Ik ga het woord niet zeggen, maar ik denk dat het... Nee, jongen, die durft dat erin laten. Let maar op. Let maar op. Goed. Nu ben ik benieuwd. Ga je luisteren. Ja, voilà. The stakes are high.
Hetty, jij bent nog steeds op tour met de missieshows. Ja, inderdaad. Jij moet er nog heel wat spelen. Ja, ja, klopt. Bij het zwaartepunt van die NDR-shows ligt zo in februari, maart eigenlijk. Dus ik heb er nog een 30-tal te gaan. Die zijn op eentje na allemaal uitverkocht. En die ene is de Capitool in Gent. De Capitool moet vol. Voilà, Els is al op campagne. Dus ja, ja. Jij dacht, al mijn zalen zijn uitverkocht. Ik doe er nog een klein zaaltje bij. Ja. De Capitool in Gent. Ja. De verkoop loopt. En het loopt staat goed open. Ook. De verkoop loopt goed. Ja. Maar dat gaat toch echt wel een feestje worden? Ja, het is ik vind het bijna niet te bevatten. Ik ben daar 3 jaar geleden mee begonnen. Daar was direct animo en enthousiasme voor. Maar dat ik nu die tournee kan afsluiten in een zaal van 1600 man. Ik heb nog nooit voor zo'n publiek gespeeld. Met wel op het festival en zo. Maar ik ben heel dankbaar dat daar echt een publiek voor is. En een blijkbaar heel trouw en dankbaar publiek. Ja. Er zijn veel mensen die naar mijn show komen die de uwe al gezien hebben. Ja. En ik hoor hele goede dingen. Okay, mensen die zeggen van ja, dat is echt de manier om terug mee te zijn met wat het voorbije jaar gebeurd is enzovoort. Sommige dingen herkenden van de podcast. Heel veel dingen zijn totaal nieuw. Klopt, ja. Dat hoor ik ook vaak van zelfs van trouwe podcastfans, dat die met nieuwe inzichten weggaan. Dat het zeker geen doorslagje is. Maar je hebt 2 Arenbergs gedaan. Ik ga er nog 2 doen. Ah, maar ja, 2 Arenbergs, dat is toch ook hoeveel mannen? 2 in Gent. 2 Arenbergs, 800. Dus ah, ja, voilà. Dus 2 Arenbergs is in een Capitool. Ja. Gent, we kunnen dit. We gaan de Capitool vullen. Ja. Hij wordt ook uw beste missie ooit genoemd. Ja, dat is zo. Ik vind dat zelf ook. Het is uw derde. Het is uw derde missietour. Voilà, kijk, ja. Capitool, 19 april. Be there. Ja, er zit ook zo 2 momenten in dat het publiek eigenlijk zelf mag kiezen welk verhaal ik ga vertellen. Dus ik projecteer dan 3 titels en dan mogen ze zelf kiezen. Als je hem al een keer gezien hebt met een show en je wilt misschien voor een ander verhaal, kom terug. Ik hoor dat ze in de Capitool allemaal gaat doen. Wauw, zeg. Je bent... dat zou nog iets... Je bent de Baldur's Gate van de wetenschapsshows. Richtingen kiezen enzovoort. Oké. Ikzelf ben ook op tournee met de AI-voorstelling. Die lopen zeer goed. 2 momenten die ik toch zeker wil vernoemen is... Op 20 maart sta ik in Rotterdam in het oude Luxor Theater. En dat is schoon. Dat is de grootste zaal in Nederland waar ik ooit gestaan heb. Dus dat is 900 man. De Luxor moet vol! Voilà, de Luxor inderdaad. Moet vol! Ja. Dus dat is toch wel eentje waar ik echt nog een oproep... Als je wil, 20 maart in Rotterdam in de oude Luxor sta ik daar met mijn AI-voorstelling. En ik zou het echt super cool vinden als die zaal vol zit. Ja. Die is nog volop in verkoop op dit moment. En... Op 17 februari sta ik in Belfast. Oh, wow, cool. Op het Northern Ireland Science Festival. Oh, de max. Daar heb ik, denk 6-7 jaar geleden, heb ik daar eens gestaan met de DNA-voorstelling. En dat was toen super tof. Ik denk dat zij nu 10 jaar bestaan. En zij nodigen heel veel mensen uit die al geweest zijn. Maar dus 17 februari, als je in Ierland woont of in Noord-Ierland, of je bent in de buurt of je kent daar iemand, laat het vooral weten. Je bent een heel trouwe fan en je gaat nu naar... Ja, voilà. City trippen. Blaas het dak eraf, maar dan moet je daar niet te veel zeggen. Noord-Ierland... Te vroeg? Noord-Ierland moet je doen? Kom op, zeg. Voilà, je vindt alle informatie. Ja, ik ken de website niet van buiten, maar ik denk als je gewoon googelt Northern Ireland Science Festival met mijn naam erbij, dan ga je dat zeker allemaal vinden. Zit je dan eigenlijk in de EU of niet? Maar dat is moeilijk. Hè. We komen nu niet repatriëren. Nee, voilà. Maar je zit wel nog in de handelszone of zoiets. Ja. Hè. Het is zoiets dat ze... Zo een liever of andere... wordt voor die dag handelswaar. Ja, voilà. Ik word een groente. Moeten zorgen dat je paspoort bij hebt en dat er nog plek is voor stempels. Ja, inderdaad. Maar ja, goed. Als ik naar Engeland ga, pak ik ook mijn reispas mee. Dat is geen EU meer. Niet meer met maar naar Ierland kun je wel gewoon met je ID-card. Zeg in Noord-Ierland niet dat Engeland is. Zover was ik al... zover was ik al. Ik ga ook niks oranje dragen ik ga het beschaafd houden. Jeroen, jij bent ook nog aan het toeren met lezingen. Ja, jullie doen de Capitools en de Belfast Festival. Ik doe de vergaderzaaltjes en de aulas in de bedrijven. De vergaderzaal van Renson. Het is heel fijn. Ik kom in veel bedrijven langs. Ik heb een kritische, doch business-oriented lezing over AI. Ik ga die in bibliotheken geven. Ik ben bij BASF langs geweest. Ik ben bij Pfizer langs geweest. Grote bedrijven, kleine bedrijven. Ik doe die graag. Alleen, ik heb op te veel ja gezegd en het zit vol tot april. Dus, je bent de Willy Sommers van de wetenschapslezingen. Absoluut. Ik heb een iets te slechte filter, dus ik kom hem nog steeds heel graag geven, maar het kan pas vanaf april. Ja, want af en toe moet een mens blijkbaar slapen. En Baldur's Gate spelen natuurlijk. Hè? Ik aan Kurt over. Hoeveel uren heb jij al Baldur's Gate gespeeld? Ik zit nog maar aan 46 uur en ik heb het spel al sinds september. Hoeveel uren heb jij al gespeeld, Kurt? Meer.
Hoeveel? Kom op, Kurt. Ik weet het niet. No shame. Kurt, no shame, Kurt, zeg het. 100? 115 uur. Ja, ja, want jij ziet het altijd. En Kurt, ik zie het altijd als ik inlog op Steam. Ah. Kurt is al 4 uur Baldur's Gate gespeeld. Ja, maar wacht, tijdens de kerstvakantie. Niet alleen heeft hij 115 uur gespeeld, hij heeft dat ook in een week en een half gedaan of zo. Hè? Nee. Ja, ja, ja. Is het echt? Ik heb het al 4 weken. 2 weken. Ah, oké, dan is het oké. Dan is het maar 26 uur per week. Ongeveer een dag. En hoe vaak heb je al seks gehad in Baldur's Gate, Kurt? Ja, 2 keer inderdaad. Oh, ja, met je hij doet nu het teken dat hij geknipt is in Baldur's Gate. Dus hij heeft hem laten knippen in Baldur's Gate. Alles maar hij is kan een vrouw, dus... Ja, je bent een vrouw in Baldur's Gate. Ja, dat is waar. Ja, goed. Ja. Okay. Okidoki. Maar dus, ik geef die lezing jeroen-baard.be. Okay. En vanaf april. Het is dat je echt een vrij cool bedrijf zijn, maar vanaf april. Oké, okay. Ja, als de ruimtevaart, robotica, die kunnen er nog tussen pakken. We hadden ook nog nieuws van onze vrienden van Technopolis, namelijk, zij hebben een nieuwe zone. Technopolis heeft af en toe nieuwe zonekes. Ze hebben een keer een insectenpark geopend en dat soort dingen. Zij beginnen nu met een digitale zone, die heet On-Off. En allerlei demo's en belevingen, wat kun je daar doen? Je kunt daar in VR gaan parapente springen. Para wat? Parapente, zo aan een parachute. Zo aan een parachute naar beneden. Nog nooit het woord parapente gehoord. Als je dus buiten kijkt uit die vergaderzaal... Nee, sorry, parapente is voor mij iets tussen paraplu en paravent. Nee, parapente is zo... Oké, ja, ik geloof het. Je staat in de bergen zo met die matrasvormige parachute. Ik geloof het. Dat is met zo'n ding op je rug, hè? Nee, dat is nog iets anders. Oh, je kunt parapente springen met een extra motor, maar dat is niet nodig. Je kunt zelfs parapente springen met skis aan. Dat heeft hij die haar mama al gedaan. Ja. Met gemotoriseerde skis? Met de squeals. Nee, dan glijden van de berg en dan... Dus de on-off zone. Ja. Ze hebben ook een robotgezicht. De verwachtingen liggen nu wel heel hoog. Een robotgezicht? Ze hebben een robotgezicht en als je daar naar kijkt, doet dat uw gelaatsuitdrukking na. Dus je kunt daar heel kwaad naar kijken en heel blij en die mimikt u. Dat is Annelies Verlinde. Dat is geen robotgezicht. Sorry. Die komt ook, daar gaan onze subsidies. Oh, die we toch al niet hadden, denk ik. Nee, inderdaad. Maar die komt ook naar het FTI Slotfestival. Dus die zal er ook te zien zijn 23, 24 maart. Annelies Verlinde. Geen de robotgezicht. Dit is onknipbaar geworden. Ja, dus even geen zever. Wij staan dus op een technologiefestival op luttele maanden voor de verkiezingen. Dat gaat daar politiekers regenen. In Antwerpen. Handjes schudden, lachen naar de camera's. Zeg, kunnen we nog eens op de foto? Ja, wat vindt ook zeer belangrijk ook hier voor ons land. Ja, toch, ik zal daar proberen mijn signatuur niet te hard door te drukken. Sommigen gaan neutraal blijven. Ja. Oké, wat heb je nog? Je kunt Snake spelen met je ogen. Dus je hebt een sneekspelletje. Maar... Dus als je goede familialen hebt. Ja, met links, rechts, omhoog naar beneden te kijken, kun je slangske besturen. En ook een VR-klimmuur. Dat lijkt alsof het heel veel ongevallen gaat uitlokken. Een VR. Ik hoop dat je ook VR-beveiligd wordt. Dat je niet helemaal op beneden kunt storten. En dan heb ik nog een aankondiging, want deze maand start het nieuwe seizoen van Scheire en de Schepping. Inderdaad, we hebben een nieuw seizoen opgenomen en op 22 februari is de eerste aflevering. Donderdagavond 22 februari op Play 4. Zet het alvast in uw agenda. Vanuit Nederland is Play 4 helaas niet te bekijken. Maar goed, met een VPN-ken kunt je op goplay.be wel naar de afleveringen kijken. Of misschien nog beter, vraag gewoon aan uw eigen Nederlandse zender om een Nederlandse versie van Scheire en de Schepping op te nemen. Met heel veel plezier. Maar dus, donderdagavond 22 februari, eerste aflevering Scheire en de Schepping op Play 4. Alright, en dan hebben we nog een echte sponsor. Een echte sponsor die dit allemaal productioneel mogelijk maakt, Jeroen. En dat is... Oyster Shell. The world is my oyster shell. The world is my oyster shell. De geschiedenis van dat bedrijf, ik heb uiteraard met Mieke, met onze producenten, bedankt aan Mieke ook. Het is tijd om dank u Mieke te zeggen. Zeker wel. Samen met Mieke heb ik naar deze sponsor geluisterd. En die zijn eigenlijk begonnen, heel gek genoeg, als een bedrijf dat gemalen oesterschelpen importeerde. En waarvoor importeerden we vroeger? Is daar een markt voor? Waarvoor deden we dat vroeger? Wel blijkbaar als voor legkippen. Kippenvoer, kalk. Kippenvoer, inderdaad. Dan heb je kalk, heb je betere eitjes. En dat bedrijf, want dat klinkt eigenlijk zo'n beetje als oké, is dat een bedrijf dat wil sponsoren? Maar dat heeft zich in 2002, toen er een bio-ingenieur aan de kop van het bedrijf kwam, Bart Rossel, heeft dat het roer volledig omgegooid. En dat focust zich nu op bepaalde inspiratie uit de natuur halen, uit de planten- en insectenwereld, om zo nieuwe producten te ontwikkelen die... gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, bepaalde problemen oplossen. Biomimicry, dus het nabootsen van oplossingen
dingen uit de natuur, ja. Bijvoorbeeld, een van de dingen die zij ontwikkelen, en het klinkt een beetje raar, maar is een antiluizenmiddel. Ja? En vroeger, antiluizenmiddelen waren redelijk toxisch, waren met insecticiden. Wat hebben zij nu gemerkt? Californische sinaasappelkwekers, als die hun bomen besproeien met een bepaalde soort plantaardige olie, dat is een techniek die daar al vaak gebruikt werd, dan verschrompelden de luizen op die sinaasappels. Ja? Mm-hmm. Zij hebben diezelfde techniek kunnen omvormen, aanpassen, daar voldoende bioengineering aan doen, om ook een natuurlijk middel te maken tegen hoofdluizen. Dus het klinkt een beetje ver van ons bed, natuurlijk. Want, ja, maar ik heb... Goh, ik weet niet, dat is niet zo ver van mijn bed. Ik heb drie kinderen. Jullie hebben kinderen. Ik ging net hetzelfde zeggen. Ja. Ik heb kinderen in de lagere school. Het luizenalarm gaat meerdere keren per jaar af. En ik herinner mij de luizenshampoos uit mijn kindertijd, die echt op uw naden pakten. Echt, je bleef er zelf benauwd. Maar ja, daar zat DDT in of zo, weet ik veel. En nu is dat dus gewoon een soort dikke siliconen die luizen echt impact en al die ademgaten verstopt worden dat die doet. Dat maken ze ondertussen. Vooral in Amerika is een groot probleem, want daar hebben ze door herhaaldelijke golven van luizen, hebben ze daar vaak ook superluizen. Dingen die vaak resistent zijn tegen een hele hoop spul, maar niet tegen dat van hen. Dan kleine capejes. Die hebben kleine capejes, inderdaad. Want ze gaan ook... all superlights wear capes. Het is dus eigenlijk een bedrijf dat zich laat inspireren door de natuur, maar dus onder leiding van die bio-ingenieur ook wetenschappelijk de dingen aanpakt en eigenlijk verschillende producten op de markt brengt voor consumers, dus voor eindgebruikers. Zij brengen die niet onder de markt als Oyster Shell. Typisch wordt dat verkocht aan een bedrijf die daar zijn eigen label op plakt. Ah, ja. En dus eigenlijk, ze zitten een stap verder. Wat als ze eigenlijk momenteel op zoek zijn, is, zoals altijd, als het in onze podcast gepromoveerd wordt, dan is het naar talent. Dus werknemers. Ze zoeken mensen, werknemers. They want nerds. Nerds. Ze zijn momenteel een heel internationaal bedrijf, maar ze hebben dus momenteel talent nodig. Ze zoeken onder andere een R&D-manager, een senior R&D-manager. En het is een bedrijf. Research and development, dan gaat het vooral over uw kennis combineren met creativiteit. Absoluut. En echt zoeken naar wat zijn nieuwe toepassingen voor deze dingen die we in de natuur gezien hebben. Nieuwe dingen proberen te ontdekken, inderdaad. En staan er ook specificaties bij? Zijn dat ingenieurs of zijn dat gewoon algemene publieken? Dat mag eigenlijk van alles. Vooral mensen met een biomedische achtergrond is natuurlijk handig, maar ik denk dat ze heel openstaan tegenover eender wie. Ze leggen ook heel hard de nadruk op work-life balance. Het is een bedrijf waar je niet zal kapot gewerkt worden. Waar kan je naartoe? Je kan surfen naar oystershell.com. En oystershell... Oysterschaal. Schrijf je niet zo. Oosterschelde. Oystershell, dat schrijf je oyster. Dus oystershell als shell. .com/Nerdland. Daar hebben ze een landingspagina waar ze alle informatie... /Nerdland. Ja, dat vragen we ook aan elk bedrijf om een landingspagina te maken. Zo kunnen mensen meteen terechtkomen op de interessante aanbiedingen voor onze Nerdland-fans. Zoeken ze kobbelprogrammeurs? Ik denk niet dat ze kobbelprogrammeurs zoeken, maar wel koraalprogrammeurs. Sorry. Okay. Is het dit wat de sponsor wil? Ik weet het niet. Maar dankjewel voor de sponsorship. En een interessant bedrijf. Neem eens een kijkje. Voilà. Oystershell. Oystershell.com/Nerdland. Daar vind je alle informatie. Voilà, dan hebben wij alles gehad voor vandaag. Dan rest mij nog iedereen te bedanken hier rond de tafel. Els Aerts. Dag. Jeroen Baert. Doei. Marian Verhelst. Tot gauw. Kurt Beheef. Dag. En Hetty Helsmoortel. Met veel plezier. En dank aan jullie om te luisteren. Tot hier. Heel graag tot de volgende keer. Dag.